gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Het is overal kommerig wel. Vanaf Las Vegas tot New York, van New York tot Londen. Van Londen naar Berlijn en Amsterdam. Wie geeft jou het recht om mij te laten wachten? Die gast die weet helemaal niks. Met andere woorden, mijn woorden natuurlijk ook gebrainworst. Je kan toch ook zeggen, ja, dit is ongelooflijk oerdom dat ik dit zo letterlijk heb gezegd. Ik had empathischer kunnen formuleren wat er is voor groep is. Het is gewoon dom, je gewoon je mond houden. Als iemand een betere mening heeft, mag ik ze zeggen. Maar voor de rest moet ze echt hun bek houden en doen wat ik zeg. Het is weer tijd voor een 1-2'tje met Yves in de podcastshow The Gigs. Ik behandel altijd een thema wat mij verbaast, intrigeert of waar ik het over wil hebben. Vorige week was dat sport, voetbal. Wesley Sneijder die ging helemaal viral over zijn opmerking dat Utrecht hem getriggerd had. Nou, gaat hij het nou wel of niet doen? Ik ga het er zo nog even over hebben met Jaap de Groot. Ja, en vandaag wil ik het toch een beetje hebben over oplossingen. We moeten vooruit, we moeten de mouwen opstropen, we moeten zaken doen. Ik heb een hele drukke show vandaag. Ik ga zo meteen beginnen met Maurice de Hond. Hij heeft de afgelopen maanden zich behoorlijk laten gelden. Beetje ook doodgezwegen werd hij in het begin. Ik ken natuurlijk wel het fragment op tv dat hij ook de neiging vertoonde om schoenen naar het tv-scherm te gooien. Zijn theorie over dat ventileren nog belangrijker is om zeg maar die aerosolen onder controle te krijgen. Daar wil ik het ook met hem over hebben. Maar ik wil ook met hem vooral praten over oplossingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet terechtkomen in een tweede heftige coronagolf. Dat weer de hele economie op slop gaat. Wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat we straks beter om kunnen gaan met die mogelijke bedreiging. Ik ga ook natuurlijk weer op zoek naar de tip van Jip. Ik ga bellen met Erik de Vlieger. Nou, ga er maar weer vanuit dat dat vuurwerk wordt. Jaap de Groot, even weten, hoe zit het nou met Max Verstappen? Wat was nou het echte probleem? Weet hij dat misschien? Hoe kijkt hij toch naar Robert Eenhoorn, die toch wil door blijven gaan met AZ om ze gelijk te halen bij de FIFA en nu zelfs naar de kas wil stappen? Ja, en Mickey Hoogendijk, ze heeft wat rondgereisd. Ze was 50. Heel nieuwsgierig hoe het met haar gaat en of doet ze ook alweer een beetje handel. En we sluiten altijd af met Karsten Klint. Hij heeft mooie tips voor het weekend om ook de zintuigen te laten prikkelen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in en ik ga eerst bellen met Maurice de Hond. Maurice de Hond? Ja, Maurice met Yves spreek je. Goedemorgen. Hi. Hallo, hi. Allereerst, hoe gaat het met je? Ja hoor, goed. Ja, gewoon, ik bedoel, je hebt zo ook de privéperiode met je zoon achter de rug en zoveel drukte. Wordt het tijd voor een vakantie voor jou of nog niet? Jawel, ik ga volgende week een week weg. Oké, lekker. Hey Maurice, nou, ik heb jou vanaf het begin gevolgd. Ik ken je natuurlijk als onderzoeker. Je hebt ook ooit vroeger in bedrijven gezeten. En eigenlijk wat ik het meest nieuwsgierig naar ben, hoe ging die eerste fase eigenlijk van weigering om te luisteren naar jouw stem op de zenders? En als ik dan ook terugkijk naar een optreden, dat was volgens mij medio april. Toen zat je met Thijs van Brink. We hebben naast al die mensen op het IC, hebben we ook nog een hele belangrijke patiënt die ook op IC ligt. Dat is de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving. Maar dat debat wil ik nu niet voeren, dat kan ook. Ja. Maar we wilden het nu vooral over jouw ontdekkingen hebben. Nee, maar nog één heel belangrijk. Eén zin dan? Ja. Als we niet snel de samenleving weer hervatten, is de schade zo verschrikkelijk groot dat we het eigenlijk helemaal niet meer hoeven te doen. Okay. Dus mijn punt is, probeer slim dingen te gaan doen om proberen ook die samenleving te, terwijl je tegelijkertijd zorgt dat er minder besmetting kan. Ik hoor je zorgen. Toen was je ook een beetje gespannen. Kan je dat herinneren? Ja hoor. Was dat ook zo? Voelde je ook gespannen? Dat was niet zozeer gespannen. Ik was boos, want door de analyses die ik had gemaakt, wist ik al een maand daarvoor dat er een slagveld zou gaan plaatsvinden in zorginstellingen. En dat als ze niet de goede maatregelen zouden nemen, er veel te veel mensen onnodig dood zouden gaan. Hmm. Ik heb achter de schermen toen op heel veel plekken, zowel in de richting van media als in de richting van de politiek, die mening verkondigd. Hmm. En dan kreeg je als reactie, ja, we hebben het aan virologen gevraagd en wat jij zegt, dat is helemaal niet het geval, het gaat niet door de lucht en ventilatie, dat is allemaal niet zo belangrijk.
En ik kwam er gewoon niet tussen. Terwijl ik wist dat er mensen onnodig doodgingen. En dat was mijn grote frustratie. Dat we blijkbaar ja, de media zo aan de leiband liepen van de deskundigen. Alleen als ik die mensen op de tv zag, onze usual suspects aan virologen, epidemiologen en microbiologen. Veel van wat ze zeiden was, we weten het eigenlijk niet. Maar, en dan kwam er wat. En als ze wel wat zeiden inhoudelijks, als ik dan naar de studies ging zoeken waar dat op gebaseerd was, dan bleek dat veel minder hard te zijn dan zij pretendeerden. Hmm. En op een gegeven moment nodig ze je dan wel uit. Nou, dat vond ik zelf een beetje een rare uitzending. Het was echt zo van, we hebben nu jou aan het woord gelaten. Nu moet je weer in de mand, bij wijze van spreken. Dat was een beetje de teneur. En pas de laatste maand eigenlijk is de stemming compleet aan het omslaan. En zeg maar de theorieën waar we het straks over gaan hebben, die beginnen toch wel heel duidelijk bewijs, maar ook acceptatie te krijgen. Hoe ging dat, zeg maar? Hoe gaat dat dan? Ga je dan zelf bellen met de redactie van Op1? Of mobiliseer je de mensen voor? Bel je zelf met mensen uit de politiek? Hoe ging dat traject? Nee, ik heb een mailinglist van ook mijn peilingen. Hmm. Van ongeveer 200 mensen in de media en in de politiek. En als ik een blog schreef, wat ik eigenlijk vanaf 20 maart heb gedaan, dan schreef ik de studiekriek ook naar die mensen toe. Want ik hoopte dat ze gewoon naar de inhoud zouden kijken en zouden zeggen, jeetje, hij schrijft het niet alleen vanuit, hij heeft het bedacht. Hmm. Nee, ik stuur op elke blog die ik heb gemaakt, en inmiddels zijn het er meer dan 80, heb ik ook altijd de referenties naar de studies, waar je het zelf kan zien enzovoort. En wat mij verbijsterde was, zowel in de media als ook in de politiek, dat men gewoon niet naar de inhoud keek. En dat ergerde mij ongelooflijk. Omdat ik juist iemand ben van de feiten en van de inhoud. En ook interessant vind om met mensen in debat te gaan. Hmm. Want er zullen ongetwijfeld mensen op basis van dezelfde feiten tot andere conclusies komen. Ja. Maar wat ze alleen maar deden was me gewoon min of meer afschrijven. Want wie was ik nou wel? Een simpele opiniepeiler. Ja. En niet een grote wetenschapper. Nee, een sociaal geograaf die ook nog een marktonderzoekbureautje heeft. Hey, en wat ik zou ook vertellen, ik belde je van de week, hè? Ik was op een kennislunch, dat was precies vorige week vrijdag. En daar sprak professor Pankras Hoogendoorn, die is verbonden aan het ULMMC. Ik moet zeggen, buitengewoon grappige man. Hij zit ook heel dicht in dat OMT-team met Jaap van Dissel. En tijdens die bijeenkomst, waarin een soort historische schets gaf van wat er allemaal gebeurd was in de laatste maanden, ging hij ongevraagd jouw naam 4 keer noemen. En toen dacht ik, eigenlijk, ze vinden jou bij het RIVM onwaarschijnlijk irritant. Maar is dat zo omdat je nu het pijnpunt naar boven aan het brengen bent? Wat is denk je daar zelf de achterliggende reden van? Nou, precies wat je nu zegt. Kijk, ik ging ook toen ik begin maart eenmaal erin dook, toen ging ik er ook vanuit. Ja, dat zijn vakmensen en ontzettend aardige mensen. Sommige ken ik minder als een beetje persoonlijk. Ontzettend aardige mensen. Ja. Maar wat ze zeggen, ja, ik ben iemand die dan gewoon naar die studies gaat. Dat is het geweldige met internet. Ik kan gewoon die studies en ik bekijken en ik ben wetenschappelijk opgeleid. Ik heb ook college gegeven, onderzoek en statistiek. En ik ben goed in logica, methoden en technieken. En dan lees je die stukken en die rapporten waar ze naar verwijzen. En dan blijkt eigenlijk ik roep wel eens overal waar ik krap komt de pus uit. Blijkt het gewoon veel minder hard en veel minder duidelijk te zijn dan zij pretenderen. Hmm. En wat er gebeurt in de media, zodra de professor die of dokter die of zo op tv komt. Hij roept wat, er is geen journalist die kritische vragen stelt. Is ook moeilijk, moet ik zeggen. Ja. Maar ik hoor ze wel praten en ik denk, ga nou die vraag stellen, maar die wordt dan niet gesteld. En wat heel hinderlijk is voor die professor en al die anderen, ja, dat ik op nogal wat punten heb, ja, het zijn de nieuwe kleren van de keizer. Het is een pretentie van zekerheid die veel minder hard is dan wat ze pretenderen te zijn. Ja, en als ik dat enerzijds blootleg en ook nog, laat ik zeggen, in ieder geval via internet veel belangstelling voor krijg. Ik heb een interview gehad die 550.000 keer bekeken is. Ja, dan ben ik dus een lastpost. En dan kan je natuurlijk het makkelijkste wegzetten door te gaan ridiculiseren van wat kan die nou van weten?
Ja, en dan, gaan ze op zoek naar punten uit het verleden. Het ging zelfs zo ver dat er in een column werd geschreven dat je niet goed kon keepen of zoiets over de grond. Ja, ja, daar begonnen ze mee. Ja. Nee, maar goed, ik kreeg van iemand een interessante statement. Die zei, eerst negeren ze je, daarna ridiculiseren ze je. En daarna zeggen ze dat ze het altijd al geweten hadden. Ja, nee, maar dat is Johan Cruijff. Hè? Die zegt altijd, als je iets wil veranderen, dan gaan ze je neerzetten als een gestoorde. En als uiteindelijk dan blijkt dat het fantastisch is, dan ben je het genie. Dus misschien... Nee, nee, dat laatste niet. Dat laatste gebeurt niet. Nou, als het goed uitpakt, als je het gelijk hebt, dan ben je straks het genie. Nee, maar het andere is, en dat proces zie je ook al, je moet maar Maarten Keulemans in de Volkskrant kijken. Die zegt dan altijd, ach, dat wisten we al lang. En ja, op zo'n manier. Dat is de lijn. Ja, oké. Okay. Maar toch even terug naar de feiten. Hè? Dus kijk, ik heb zelf me er een beetje over verbaasd over. Op een gegeven moment kwam die brief van het RIVM aan de regering. Die werd ook verspreid via internet. En die ben ik toen maar eens voor mijn gemak gaan lezen. Dus aan de ene kant heb je de WHO. Nou, ik kan mezelf dat beeld goed herinneren dat die baas van de WHO, die zit naast die president van China als een soort hondje om te vertellen dat China het zo fantastisch doet. Maar Trump is de enige in de wereld die roept, ja, wacht eens even, het gaat om de geldstromen. Het RIVM in Nederland, die neemt best wel klakkeloos de suggesties van het WHO over. Die vertaalt dat weer in een advies aan de regering. En je kan zeker zeggen dat in de eerste paar maanden de regering alles opvolgde wat het RIVM zei. Nou, of dat nou goed of slecht is, dat is een hele, hele complexe discussie. Maar hoe kan het dat op het moment dat we toch in een soort fase van operationaliteit komen, dat er niet een OMT is geformeerd waarin keihard wordt gediscussieerd, waar dus ook natuurkundigen zitten, scheikundigen en ook dwarse denkers, maar gebaseerd op feiten zoals jij. Waarom denk je dat? Wat is daar... Ja, je moet dat... Nou, dan moet je bij het begin beginnen. Kijk, ik hou me weg van welke complottheorieën dan ook. Ik bedoel, dat vind ik ook niet relevant. Uh-huh. Wat wel waar is, is dat de WHO samen met de landelijke RIVM's, die heten dan de CDC's in de meeste landen, één lijn volgen. Ze spreken elkaar elke week en de lijn die door de WHO wordt aangekondigd, die neemt het RIVM over en die communiceren ze ook. En wat je gewoon merkt, en dat is, zag je heel goed in een artikel in de New York Times van afgelopen zaterdag. Dat ging over die brief door 239 wetenschappers over dat er veel meer belangstelling moet zijn voor de aerosolen, de vliegende virussen. Ja. En daar werd beschreven hoe zij sinds april bezig waren om aandacht te krijgen bij de WHO. En werd ook beschreven hoe ze daar werden behandeld. En dat ook mensen van achter de schermen vertellen, ja, ze zullen... ze gaan liever dood dan dat ze gaan bekennen dat ze verkeerd zitten. Dus wat je dan ziet is dat er een soort hele conservatieve groep is bij de WHO. Die samen eigenlijk met de landelijke RIVM's een soort lijn bepalen. En die lijn wordt wereldwijd verkondigd. En dat er de basis van die lijn eigenlijk al zwak is. Wat ik inmiddels ook op verschillende plekken heb onderzocht. Maar niet omdat ik dat in mijn enige onderzocht. Er zijn heel veel meer professoren die dat zeggen. Maar vervolgens, hun aanpassing aan die lijn, die doen ze ook met elkaar. Want gisteren heeft de WHO zijn statement rondom aerosols veranderd. En omdat er nu druk was. En nu zeiden ze, eigenlijk zeggen ze, er zijn wat aanwijzingen dat, maar die zullen eigenlijk toch maar een kleine rol spelen in het geheel. En we hebben urgently hebben we nieuw onderzoek nodig. Mind you, we zijn inmiddels half juli. Ja. En dat is de manier waarop het gaat. En dat is bijna van Dissel ook bij uitstek. Als je hem ook over de mondkapjes. Dat is gewoon een stugge, eigenwijze man. En waarvan ik merk, want ik spreek ook wel eens mensen bij het RIVM, dat die gewoon niet op de hoogte zijn van de meest recente studies. Ja. En dat willen ze eigenlijk ook niet, want ze conformeren zich toch alleen maar aan de WHO. Nee, maar praat jij zelf ook met Van Dissel? Of... Nee, Van Dissel heb ik nog nooit gesproken, maar ik heb wel... Wel geprobeerd? Ja, vanaf het begin. Maar en hij wil dat niet? Het was als volgt. Ik heb via mijn politieke kanalen, hoog bij de regering, heb ik gevraagd, laat mij al in april. Ja. Ik wil graag met ze praten. En dan kom erbij en dan kun je zien hoeveel ik weet en hoeveel zij eigenlijk weten, hoe zacht hun statements zijn. Hmm. En de reactie was, RIVM en OMT bepalen zelf wel wie ze uitnodigen. Ja, oké. Dus dat is een soort en eind juni had ik een
ja, eind juni heb ik een gesprek gehad van een uur, waar ik het gevoel had dat we alleen maar langs elkaar heen spraken. Ja. Ik heb ook niet het gevoel dat er veel uitgekomen is. En dan hoor je ook de statements waar mijn logische brein pijn in zijn hoofd van krijgt. Hmm. Omdat je denkt, menen ze dat nou echt? Of proberen ze een standpunt te verdedigen waarvan ze van binnen eigenlijk ook weten dat die niet meer verdedigbaar is? Zoals bijvoorbeeld, waarom we nog in godsnaam buiten op 1,5 meter afstand moeten zijn? Ja. Joost mag het weten. Nee, oké, maar even, dat is, zeg maar, laten we het even proberen in Jip en Janneke taal. Ik heb me probeert je een beetje erin te verdiepen. Wat jij zegt, correct me if I'm wrong. Het virus, gewoon überhaupt, de influenza, is ongelooflijk gerelateerd aan periodes. Dus elk land heeft een andere periode van warmte en van kou en van luchtvochtigheid. Daarom is nu in Australië komt het op, omdat het daar eigenlijk winter is. Nou, de verwachting is in Nederland misschien eind december, begin januari weer. Nee, eerder hoor. Oh, eerder waarschijnlijk, oké. Dus er zijn elke keer periodes dat je het virus weer ziet opkomen. En jij zegt, wat we moeten doen, we moeten veel beter gaan analyseren waar dit gevaarlijk is. Omdat het vaak komt door en luchtvochtigheid en zeg maar dat die aerosolen langer blijven hangen, waardoor die makkelijk zeg maar bij je naar binnen komen. En jij pleit ook voor een coronaproefachtig keurmerk van gebouwen die echt voldoen aan de laatste maatstaven. En daar is het veilig. En waar het niet veilig is, moet men eigenlijk kiezen voor, bij wijze van spreken, het vervangen van de ventilatiesystemen. Leg ik het een beetje goed uit zo of niet? Ja, met een belangrijk startpunt dat gewoon gebleken is in onze regio's, dat eigenlijk de uitbraak in gesloten ruimtes is met te weinig ventilatie, te lage luchtvochtigheid, wat in de winter het geval is. Hmm. Daardoor breekt er ook in de winter in onze streken de griep uit. Ja. En daardoor zal ook in het najaar, als we weer meer naar binnen gaan, meer gesloten ruimtes hebben, als we niet handelend optreden, gaan we daar weer grootschalige uitbraken krijgen. En ik heb een deltaplan ventilatie voorgesteld, waar we tussen nu en dat moment gewoon alle gebouwen waar vreemde mensen met regelmaat bij elkaar komen, gewoon zorgen dat die ventilatiesystemen, de HVAC-systemen, coronaproof zijn. Zijn ze coronaproof, dan kunnen we daar eigenlijk binnen veel meer doen dan in kantoren, restaurants, theaters, scholen, zorginstellingen die niet coronaproof zijn. Want daar loop je risico dat een groot aantal mensen in ene besmet kunnen worden. Ja, nee, exact. Want ik steun ook jouw gedachte. Mijn vader die is vorig jaar overleden in een verzorgingshuis met een virus waar de ventilatie niet goed was, waar de relatief lage gebouwen. En dan vraag je het aan al die verzorgers, zeggen ze, ja, dat gebeurt ieder jaar dit. En dat komt omdat ja gewoon de ventilatie niet goed is. En toen werden de schouders zo opgehaald. Dus wat ik interessant vind, hè, stel nou voor dat ik de baas zou zijn van het RIVM en ik bel met jou op. En dan zou ik je vragen, oké, Maurice, ik denk dat wat jij hebt onderzocht, dus niet wat jij vindt, wat jij hebt onderzocht, ik denk dat dat wel een hele essentiële nuance is. Hoe kunnen we... En wat allerlei andere mensen ook vinden. Nee, precies. Dat is niet omdat ik het ben. Exact. Ja. Nee, maar daar ben ik graag echt met je ook in mee. Want jouw blogs en jouw website onderbouwen dat gewoon statistisch, mathematisch, wetenschappelijk, noem het maar op. En jij bent eigenlijk de verzamelaar van al die content wereldwijd. Hoe zie jij dan dat... Want we weten dat er weer virussen en griep komt en influenza en waarschijnlijk COVID-19 is nog niet verslagen. Wat zijn dan volgens jou de beste en meest noodzakelijke oplossing die de regering moet nemen om dat virus zoveel mogelijk in toom te houden? Nou ja, dat heb ik voorgesteld als, staat ook op mijn website, Deltaplan Ventilatie. Hmm. En dat betekent dat in alle plekken waar ruimtes zijn waar het kwetsbaar is, dus waar je vreemde mensen bij elkaar kan hebben, met waar je niet goed kan ventileren. En maar dat zoals... is in de winter natuurlijk. Dus... Ja, maar dat zijn heel veel plekken in de winter, want je kan geen ramen open doen. Nou, daar zijn in veel plekken althans. En ook in de winter is dat wat lastiger. Je hebt de zogenaamde HVAC-systemen. Hmm. Dat is heating, ventilation en airco. Maar in de winter is het alleen heating en ventilation. En wat het probleem met die systemen zijn, dat zijn systemen die lucht eigenlijk in een gebouw eigenlijk moeten verfrissen en circuleren. Maar als het heel koud is buiten, dan haalt zo'n systeem zo weinig mogelijk koude lucht naar binnen, want die moet hij ook weer verwarmen. Want ja, hij moet uiteindelijk de temperatuur op een bepaalde hoogte houden. Nou, wat is nou het gevaar? En waarschijnlijk ook bij influenza.
als er iemand die besmet is en praat of wat dan ook, dan komt er virus in de lucht. Het is niet zo dat als je er eentje van inademt, dat je er meteen ziek wordt. Maar als je er voldoende van inademt, kan je ziek worden. Wat in de lucht blijft, wordt als het ware ook via zo'n ventilatiesysteem verdeeld over alle ruimtes. Dus ook in de zorginstelling kan dat gebeuren. Als die ventilatiesystemen zodanig worden ingesteld dat ze veel verse lucht naar binnen halen. En er zijn ook mogelijkheden om het virus uit de lucht te halen door filters. Zoals bijvoorbeeld, als goed voorbeeld dan vliegtuigen, waar eigenlijk... Ja, de HEPA-filter. Ja, de HEPA-filter, ja. Daar is het gevaar vrij minimaal, toch? Dat je besmet wordt. En je hebt bijvoorbeeld, men zegt UV-licht. Er zijn een paar varianten van mogelijkheden om het uit de lucht te halen. Ik vind een deltaplan ventilatie die gisteren had moeten gestart worden. Ja, waarbij bepaald wordt, wat voor filters zijn de goede filters? Met wat voor apparaten kan je het virus uit de lucht halen? En vervolgens moet in alle ruimtes waar meerdere mensen in de winter, in de herfst bij elkaar kunnen zijn, die moeten coronaproof worden gemaakt. Ja. En dat betekent dat er moet gekeken worden, hoe is de instelling? Kan er genoeg verse lucht van buiten komen? Zo niet, hebben we voldoende filters en andere dingen? Als dat coronaproof is, is dat ook een ruimte waar ook mensen die daar zijn weten, dit is een veilige ruimte. Hier kunnen we in principe alles doen. Voor mij part met 1,5 meter afstand, maar dat is even niet relevant. Alle ruimtes die niet coronaproof zijn, betekent dat je voorzieningen moet treffen. Als je er toch moet zijn, wees er dan kort, gebruik mondkapjes. En als je er lang, alleen maar met mondkapjes en met bepaalde voorzieningen. Maar even dat mondkapje, want daar snapt volgens mij bijna niemand wat van. Het mondkapje doe je op om eigenlijk andere mensen te beschermen. Als je soms niet eens weet dat je zelf het virus met je meedraagt. Maar het beschermt toch heel erg beperkt voor jezelf? Of is dat ook weer niet waar? Hoe zit dat? Nou, indirect beschermt het je wel goed. Okay. Want als iedereen mondkapjes draagt, komen er heel weinig aerosolen in de lucht. Ja. Dus jij bent wel voor de mondkapjes? Nou, alleen onder bepaalde voorwaarden. Dus in bepaalde ruimtes? Ja. Buiten is het onzin. Okay. En in ruimtes die goed geventileerd worden, is het onzin. Maar op plekken waar niet goed geventileerd wordt en men toch moet zijn, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, daar kan je dus mondbescherming dragen. Maar dan het gekke is, en dat hoor ik ook van mensen, dan zitten ze in een bus en zeggen, kan het raam niet open? Nee, dat is de instructie niet. Ja, nee, je moet je is het dan bijvoorbeeld, want ik vond zelf die speeches van Rutte, vond ik altijd wel lekker dat hij even het volk toespreekt. En dan zei hij, nies in de elleboog. Gaat hij dan straks zeggen, ramen open? Is dat bijvoorbeeld een advies wat jij zou zeggen tegen hem? Veel ramen open? Ja, dat zou het eerste zijn. Dat een mooi voorbeeld is, grappig. Ik heb een dochtertje van 11 die naar de lagere school gaat, de basisschool. Nou, toen de scholen weer open gingen, heb ik aan het gevraagd, wat doen jullie met ventilatie? Doen jullie de ramen open? Laten jullie het fris door? Gaan jullie veel naar buiten? Gaan jullie niet zingen? En toen was het antwoord, in het protocol van de RIVM staat niks over ventilatie. Dus wat we doen, we houden 1,5 meter tot de kinderen en we gaan goed handen wassen. En toen is mijn besluit geweest, dan gaat mijn kind niet naar school. Niet omdat ik denk nu of in de afgelopen weken dat de risico's op school heel groot waren. Nee, die zijn ontzettend klein. Maar ik wens niet de stupiditeit van een RIVM om niet in zijn instructies hoog op de ranglijst te hebben, ventilatie, mijn kind daar het slachtoffer te laten zijn. Maar eigenlijk en in het najaar... In het najaar gaan de middelbare scholen enzovoort, daar zijn veel meer kinderen uit veel meer verschillende plekken bij elkaar. Gegarandeerd, als daar de ventilatiesystemen niet goed zijn, als men de ramen niet goed open kan zijn, gaan daar gewoon besmettingen ontstaan. Ja, maar eigenlijk, als ik zo naar je luister, zeg je ook, voetbalstadions kunnen gewoon open in de buitenlucht. In de buitenlucht. Maar het erge is dat dan... dak open in de arena. Ja, dat zeker. Maar bijvoorbeeld Rutte riep van Bergamo, Valencia, dat daar zo'n ontzettend veel slachtoffers gevallen, door besmet geraakt. Kijk maar. Ja. Ja. En wat, als je naar die kwestie kijkt, waren 40.000 mensen die vanuit Bergamo met vervoer naar Milaan gingen, want daar was de wedstrijd. Kijk, wat natuurlijk wel een risico kan zijn bij een voetbalwedstrijd, is de toiletten. Ja, de toiletten, Maar die moeten dus dicht, ja. Ja, daar moet je wat meer voorzieningen voor treffen. Ja. Maar voetbalstadions en het dan niet juichen en niet schreeuwen, ze zijn gewoon gek. Ik heb echt steeds het gevoel, als ik buiten loop, dat het een soort opname is van bananensplit en dat ieder moment de camera getoond wordt. Ja, nee, maar goed, dat is natuurlijk het volk volgt, zeg maar, altijd de massa en die luistert naar de regels van het RIVM. En hoe kijk jij dan
naar die demonstraties van viruswaanzin. Hè? Die worden weggezet als een stelletje gekkies. Terwijl het gewoon hele normale mensen zijn. Alleen een beetje jammer dat voetbalsupporters zich dan daarin gaan manifesteren. Waarom worden die zo weggezet als een stelletje gekkies? Wat denk je dat daar de achterliggende gedachte van is? Maar je moet eerst bij, even dus, vandaag stond in de Volkskrant de tabel die ik ook had gezien bij het RIVM. Sinds 4 mei hebben ze 9000 mensen gevraagd hoe ze besmet zouden geraakt zijn. Hmm. Want dat is al die GGD-testen, maar die zijn inmiddels zo opgevoerd dat je altijd wel iemand vindt. Nou, wat blijkt eruit? Van iedereen die dat kon herinneren, niemand buiten. Nu weten we dat Hemelsvaartdag heeft niks opgeleverd, dan demonstratie niks opgeleverd, al die Black Lives Matter in de wereld niks opgeleverd aan besmettingen. Wereldwijd niet, maar we moeten toch anderhalve meter houden. En wat is nou het interessante? Waarom worden die demonstraties verboden? Omdat ze geen anderhalve meter kunnen houden. Begrijp ik ook wel. Ja, precies. Ja, dan begrijp ik ook wel. Ja, dat vind ik buiten. Ik bedoel, binnen kunnen we nog een heel gesprek erover hebben. Ja. Maar buiten is het gewoon onzin. Ik vergelijk buiten anderhalve meter met een vrouw van 80 die seks heeft en toch nog voorbehoedsmiddelen gebruikt. Ja, nou, dat is wel een hele een beetje schundig. Hè? Maar Maurice, die binnen vind ik wel interessant. Want kijk, laten we even vanuit gaan dat we toch tot half oktober is het weer in Nederland, ja, over het algemeen redelijk aangenaam. En dan komt toch wel een beetje de binnenmarkt. Dus wat kunnen we doen op de korte termijn om zeg maar toch die moeilijke periode door te gaan? Ervan uitgaan dat er een medicijn komt en straks komt er een vaccin. Maar je moet niet denken aan een tweede lockdown. Dat is een dodelijke voltreffer voor de Nederlandse economie. Niet alleen voor Nederland. Nee, maar goed. Ja, we kunnen de wereld niet veranderen. Dus. Ja, maar daar zit het cruciale in. Maar hoe moet je dat dan binnen, doen? Nee, maar wacht even. Binnen word je niet besmet als er een goede ventilatie is. Als we dat deltaplan ventilatie doen. Ja. En daarvan zei ik, ja, we zijn ook alle huizen van het gas. Ga nou de komende 4-5 maanden 100 miljoen, 200 miljoen besteden als overheid. Ja. Om iedereen uit de installatiebranche bezig te laten zijn om die gebouwen coronaproof te maken. Ja. Als dat gebeurt, is het aantal besmettingen veel kleiner. Want er is ook een interessante. Dat zijn een Hongkongse professor. Twee hebben daar ook in New York Times een groot artikel over geplaatst. Met onderzoek uit verschillende landen. Daar blijkt 10% van de besmette mensen besmet 80%. 20% 20. En 70% besmet niemand. De kans dat jij iemand anders besmet is niet zo groot. Nee, behalve bij superspread events. Ja, en de dus superspread events, dat is dan, hè, om het nog één keer duidelijk te maken, dat was bijvoorbeeld die bar in Ischgl, hè, in Oostenrijk. Dat waren de barretjes in carnaval. Kerken, en, de superspreader is dan die één. Begrafenissen. Ja, kerken, noem het allemaal op. Oké, maar dat begrijp ik. Maar wacht even. Als wij die zorgen dat die niet meer zijn, dan dooft het virus uit. Want de resterende besmettingen gaan laag. Maar 20% van huisgenoten worden besmet. Ja. En dus kan het virus zich niet verder verspreiden, omdat het aantal steeds meer afneemt. En dan gaf jij, vond ik ook een keer een goed voorbeeld, Brazilië. Zegt ze, ja, nee, maar die theorie van de hond die klopt niet, want het is daar wel goed weer. En toen zei je, nee, want de mensen gaan naar binnen en die gaan met z'n allen dan hutje-mutje zitten, zonder ventilatie, zonder open ramen. En daar ontstaan dan, zeg maar, weer, dat is dan de superspreader. Ja, maar even, je mist daar één schakel voor Brazilië. Ja, graag. Brazilië heeft in het voorjaar zijn griepperiode. Ja, oké. Okay. En waarom heeft hij dan de griepperiode? Omdat dat de regenperiode is. Zoals in India met die moussons. Ja, maar die gaat nu komen. Ja, exact. Die regenperiode trekt van het noorden naar het zuiden. Ja. Normaal hebben die mensen altijd natuurlijke ventilatie, want ze hebben de ramen open, de deuren open enzovoort. Maar alleen als het regent, dat is het moment dat hun ventilatie afgesloten is. Want ze hebben als het ware een regengordijn rond hun huis. Zitten dan binnen hutje-mutje. En dat is het moment dat het virus toeslaat. Daarom gaat het nu ook in India. Dus dat gaat op zekerheid gebeuren in India, zeg jij ook nu. Dus ja, India, gezekerheid. Ja. Het volgende grote land waar het uitbarst is India. Met één, tussen aanhalingstekens, voordeel voor India. Het heeft een behoorlijk jonge bevolking. Ja, en de echte overlijdensgevallen zitten boven de 70. Dus je zal wel
heel veel besmettingen zien, maar het aantal doden zal relatief meevallen, omdat onder, bijvoorbeeld in Nederland ook, onder de 70 jaar, ja, minder dan 10% van de overlijdensgevallen waren jonger dan 70. Ja, nee, oké, dus even, want ik vind die oplossing wel interessant. Hè? Dus aan de ene kant zeg jij deltaplan ventilatie. Even om even een soort misverstand uit de wereld te helpen. Jij bent niet de ambassadeur van de ventilatieindustrie. Nee, absoluut niet. Ja, nee, ik heb ook geen financiële belangen. Nee, en de rol van Klaas Hummel. Wat was nou precies de reden waarom hij zei, ja, ik wil dat financieren, die smart exit punt nu? Wat is nee, het was, nee, de volgorde was, hij okay. had eerst een column, geschreven in een quote wat heel ja. veel mensen hadden gezien. Ja. Toen was hij op tv geweest ja. en toen heb ik contact met hem gezocht. Zeg ik, nou ja, ik heb een soort wetenschappelijke onderbouwing ja. voor jouw standpunt. En toen hebben we de website Smart Exit Nu gemaakt ja. voor mensen, omdat ze daar konden lezen van daar die onderbouwing. Dat ja. was eigenlijk... En jij, want ik heb dit bekeken, die website, is echt heel leuk, want het is echt in Jip en Janneke taal leggen jullie hele grote vraagstukken uit. En dat blijven jullie gewoon doen tot eind van het jaar. Nou, die website blijft wel staan, maar mijn persoonlijke website van Maurice.nl, ja. ja, daar... Ik heb bijvoorbeeld een blog geschreven over maar, zo word je besmet via errors. Ja, nee, ik heb het okay. Maar het Hummel-project eindigt dat dan? Mensen hebben het al gelezen. Maar is dat geëindigd dan nu zeg maar fase Hummel? En is het nu dan? Nee, die website blijft wel, maar okay. de content doen we via Maurice.nl. Oké, duidelijk. Oké, dus aan de ene kant zeg jij, maar het is best wel even een ingewikkeld verhaal, want ze zijn allemaal met reces, het kabinet. Dat kan toch niet? Nou, volgens mij blijven er ook allerlei mensen ambtenaren zitten. Maar... blijven achter. Dus jij zegt zo snel mogelijk deltaplan. Ja, maar ik merk één belangrijk ding. Ik krijg ook 400 mails per dag. Ja. Ik hoor steeds meer mensen zeggen dat ze een eigen initiatief pakken. Dat er scholen en bedrijven okay, maar gewoon, en werknemers gewoon van hun werkgever eisen dat het gebeurt. Dus als het niet top-down gebeurt, gebeurt het van onderen. Alleen het is bloedzonde. Dat het een samen zou mooier zijn. Ja. Door de koppigheid van WHO en RVM weer achter de feiten aanlopen. Maar even samen. Dus we gaan naar dat deltaplan ventilatie. Er moet een coronaproof keurmerk komen. Dat mensen begrijpen, oké, okay, daar is het veilig. Er moet volgens mij, als ik goed naar je luister, een soort nieuw OMT komen die vooral operationeel is en wat een brede variëteit aan deskundigheid met zich meebrengt. Snap je? Dus die oplossingsgericht is op basis... want ze hebben nu heel veel informatie. Ja, maar ja, zeker. Maar er zit één belangrijk component... Ja? wat bij het hele afwegen voortdurend niet meegenomen wordt. En zeker niet door die virologen en epidemiologen... en eigenlijk ook niet door de politici. In Nederland gaan er per jaar 650 mensen dood in het verkeer. Als wij op de snelwegen 30 km per uur gaan rijden... wordt dat 250 mensen. Sparen we 400 doden per jaar... Waarom gaan we niet 30 km per uur rijden op de snelwegen? Dat doen we omdat de nadelen veel groter zijn dan de voordelen. En dat is nou precies wat er momenteel gebeurt met dit virus. De risico's voor de meeste mensen zijn klein tot zeer klein. Onder de 50 om daar dood aan te gaan is de kans bijna nul. Maar dus ook triage zeg je op leeftijdsniveau? Nee, wat er eigenlijk zou moeten... Dus wat ze wel en niet mogen. Dus ouderen, of jij zegt de verantwoordelijkheid bij de mensen. Ja, ja. Iedereen zou zelf moeten beseffen wat zijn risico's zijn. Zou zelf, en dat zou dus netjes moeten worden gegeven en niet via bangmakerij. Nou, dan kan je zelf bepalen of je als 80-jarige wel je kleinkinderen knuffelt of niet. Nou, ik denk dat je het zo kan doen. Zeker als je het buiten doet. En... ik denk dat we in alle gevallen onze eigen verantwoordelijkheid moeten pakken. Nee, daar ben ik mee eens. Maar wat natuurlijk wel interessant is... kijk, als Rutte weer straks speeches gaat geven... is vrij essentieel, omdat hij zegt dat... ja, ik volg de richtlijnen van de deskundigen... en dat heeft hij ook gedaan namens het hele kabinet. Dus er moet volgens mij wel een soort nieuw OMT komen... die adviezen gaat opschrijven. En dan mogen zij dan zelf de conclusies trekken... Alleen dat moet wel ook oplossingsgericht zijn en niet blind opvolgen van ja, er is maar één route. Hè? De man van de hamer die altijd op zoek is naar de spijker. En dat is wel wat het RIVM deed. Hoe je het of went of keert, al die adviezen zullen gaan uitkomen, die schriftelijke stukken. En het kabinet heeft klakkeloos gedaan wat het RIVM heeft gezegd. Nou, gedeeltelijk goede dingen, maar nu draait het om de oplossing. Want dan zie je ook dat die economie weer gewoon normaliseert. En dat is volgens mij... Ja, maar dat laatste, dat is het grote probleem. Het grote probleem is niet alleen dat ze het klakkeloos hebben opgevolgd. Ze hebben ook gezorgd
dat er ontzettend met elkaar, dat er ontzettende angst geheerst. Ik heb bij mensen vastgesteld via onderzoek onder de 45 jaar. Dat heb ik gevraagd, hoe groot denk je dat de kans is dat je doodgaat als je besmet wordt? Die kans wordt 500 keer zo hoog geschat dan de werkelijkheid. Ja. En wat je nu ziet, en dat wordt, de economie krijgt een veel grotere klap dan nu verwacht wordt, want het menselijke gedrag is veranderd. Ook als je morgen alle restaurants open doet en zegt, nou, er is geen enkel risico. De helft van de mensen die normaal wel naar een restaurant gaat, gaat niet meer, want die durft niet meer. Er zitten mensen bibberend thuis die ook niks meer durven aan te raken. Terwijl voorwerpen word je niet besmet door. Die lopen met handschoentjes buiten. Dus dat is de propaganda die toch wel een beetje doorgeslagen. En die blijft waardoor het menselijk gedrag behoorlijk veranderd is. Wat cruciaal is, dat we niet alleen een soort OMT enzovoorts krijgen, maar dat er een onafhankelijke instantie is die goed communiceert welke risico's je nou wel loopt. En welke risico's je nou niet loopt. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar als jij nou... Want ik ben ook op zoek naar het motief, hè. Is het motief dan geld? Is het zo dat die hele industrie van de medicijnen... dat is natuurlijk een honderden miljarden industrie. Is dat net zo... Ik heb ook altijd nooit verwacht dat ik genaaid zou worden door Egon, hè. Dus met al die polissen. Nou, dat bleek ook gewoon één grote naaierij te zijn. De lobby's van de sigarettenindustrie, wat nog veel schadelijker is dan welk coronavirus dan ook. Is er dan ook een supersterke medicijnenlobby? Nou, ik wil niet in complotten denken, maar je gaat bijna... Maar je zal je de vraag moeten stellen. Als men het ten aanzien van COVID-19 behoorlijk mis heeft ten aanzien van de verspreiding, dat het veel meer door de lucht gaat, dan is de kans dus heel groot dat het bij griep ook zo is. En dat ze dus eigenlijk in dat hele vakgebied 30, 40 jaar lang de verkeerde kant op hebben gekeken. Ja. En dus ook daar niet de goede maatregelen steeds genomen. Maar wat veel belangrijker is, als ik gewoon naar de Nederlandse situatie kijk. Je krijgt dus adviezen van het RIVM en het OMT. En Rutte en de Jonge nemen dat klakkeloos over. Stel dat Rutte en de Jonge wel naar wetenschappelijke stukken hadden gekeken. En bijvoorbeeld naar mijn stukken. En eigenlijk dachten, ik kan eigenlijk veel meer vrijheid doen. Dan kondigt hij aan. Bijvoorbeeld, dat had hij al half april kunnen doen. Dat een deel van de versoepelingen die we pas nu hebben, hadden we in april ook al kunnen doen. Als hij dat gedaan had en had op tv, hadden de virologen geroepen, nou, je neemt wel risico hoor. Ja. En vervolgens waren er 3 extra mensen doodgegaan, had iedereen geroepen, dat komt door jou, Rutte. Ja, okay, als je aan de virologen vraagt, die zeggen, wij doen alleen het medische, de politiek moet het zelf bepalen. Ja. Maar ongewild hebben ze dus als het ware de politici in de tang, omdat als ze maar in het nieuws gaan zeggen, jongens, dat is toch extra gevaar enzovoort, dat risico wil Rutte en de jongen niet lopen. Nee, maar dat is gewoon risicomijdend gedrag. Maar kijk waar die staat met de peilingen. Maar dat komt... Waar staat hij dan volgens jou? Bovenaan? Nou, hij staat er 35. Ja. Hij is nog nooit zo populair geweest. Maar de mensen vinden dat dus leuk. Prettig, veilig. Maar het is anders. Op het moment dat je zo angstig bent, kijk je naar Rutte als de grote veilige redder. Ja. Wat ze gewoon mensen nog niet doorhebben en pas in het najaar goed door gaat komen, wat voor grote nadelen er economisch, sociaal zijn ontstaan. Ja. En die worden door die mensen nu nog niet mee in beschouwing genomen. Nee, dat klopt. Maar de consequenties zijn dus kolossaal. Alleen die zien de meeste mensen nog niet. Nee, dat weet ik. Want dat was bijvoorbeeld, dat was die jongen van Eén Vandaag. Die zat toen op Eén of bij Bode, weet ik niet meer. En die staat naast Hans de Boer. En die zegt, nou, alle lijnen zijn groen. En daarmee wou hij zeggen, iedereen is tevreden over de beslissing in de horeca. Maar wat hij er niet bij vroeg, wat gebeurt er als u uw baan kwijtraakt? En dat is volgens mij de essentie, dat alle maatregelen zijn genomen in eerste instantie voor werkend Nederland. Nou, nu komt de ontslaggolf en dan pas gaan ze de pijn voelen. Dus is dat de reden van tevredenheid? Ik voel het nog niet in mijn portemonnee, ik voel het nog niet in mijn vrijheid. Mensen zijn door Bergamo, begrijpelijk, een soort doodsangst gekregen. Ja. Dat is vervolgens versterkt doordat je steeds die virologen op de tv zegt die eigenlijk... Het gevaar was overal. Dus mensen waren eigenlijk... er is een soort massahysterie ontstaan. En vervolgens is dat min of meer onderhouden, doordat ook Rutte en de Jonge steeds dat stipuleren, dat er nog steeds een dreiging is. We kregen de mantra's van de tweede golf. Het ene mantra na de andere kwamen er overheen. En dat
En dat betekent, ja, als jij denkt dat er een dreiging is en je hebt een leider die het gevoel geeft dat hij wel weet hoe hij dat moet bestrijden. En ondertussen neemt het aantal besmettingen in Nederland af door mede het weer en ook door massabijeenkomsten die afgelast zijn enzovoort. Dan leg je je lot in zijn handen. Ja. Alleen wat velen niet onderkennen is, ja, dat het grootste slachtoffer pas binnenkort naar buiten komt, namelijk de economie. Ik heb wel eens gezegd, nou, 1 tweede golf komt zeker, namelijk de tweede golf van faillissement en de tweede golf van ontslagen. Nee, precies. En dan krijgen we de kredietcrisis en dan krijgen we de politieke crisis en ga zo maar door. Maar even tussendoor, want kijk, ik zelf, nou, ik vind de rust die het kabinet uitstraalt prettig. Wat vind jij dan, omdat jij ook gewoon de hele wereld onderzoekt, wat vind jij dan, zeg maar, een voorbeeld van een leider ergens in de wereld, dat je zegt, nou, met alles wat we weten en wat we doen, die doet het relatief gezien eigenlijk heel erg goed. Wie vind jij dan de uitblinker in de wereld? Nou, er zijn een paar landen. Kijk, de meeste, die hebben hetzelfde als in Nederland. Die zijn volledig afhankelijk van hun landelijke RIVM/WAO. Ja. Dus die doen dat dan blindelings. Nou, er zijn een paar landen waar je nog het gevoel hebt, waar heb ik respect voor. Zweden, die een eigen lijn heeft gevoerd. En die inmiddels ook het aantal IC's en doden staat ook bijna op nul. Ja. Dus Zweden wat langzamer. Maar de schade voor de samenleving is dan minder geweest. De Tsjechische Republiek, Tsjechië, heeft het heel goed gedaan vanaf het begin. Al op 18 maart... Vergelijkbaar klimaat met Nederland, Tsjechië. Ja, maar nou nee, wat hij gedaan heeft is, hij heeft al de vluchten uit China verboden in februari. Dat is belangrijk, hè? Hij heeft mondkapjes verplicht gesteld half maart, toen Van Dissel nog riep, dat is dan geef maar schijnzekerheid. Dus ik vond Tsjechië heel goed. En wat ik dan ook een interessante vind, Noorwegen. Noorwegen heeft wat veel andere landen ook gedaan. Die zijn een lockdown ingegaan, terwijl het aantal besmettingen bijna nog nul was. En zoals India ook. Dat is echt veel meer schade opgeleverd dan wat het bespaard heeft. En Noorwegen heeft recentelijk gewoon gezegd, jongens, we raakten in paniek. We zijn veel te snel dit gaan doen. Dat was onverstandig. Ja, ja, dan neem je ook je bevolking. Ja, nee, precies. Dus ook, en dat ook, gebeurt. Ook, en dat doen we continue zelfreflectie. En wat voor cijfer krijgt van jou de Nederlandse regering tot nu toe voor het gevoerde beleid? Van jou persoonlijk? Tot aan tot 1 april krijgen ze van mij een 9. En daarna werd het een 7, daarna werd het een 5 en daarna werd het een 3. Want ze hadden al, en dat heb ik ook beschreven, al vanaf half april hadden ze een groot deel van de dingen die ze daarna hebben gedaan, hadden ze nog al kunnen doen, om even eentje aan te geven. Uit dat contactonderzoek blijkt, dat is vanaf 1 mei, dat er geen mensen buiten besmet zijn. En buiten zijn is juist ook gezond. Op hemelsverdag waren mensen buiten. Nou, ik hoorde Bruls nog zeggen, nou, als het zo gaat, moeten we in de zomer allemaal maatregelen nemen. Ja. We hadden vanaf half april al kunnen zeggen, buiten is veilig, doe dat, ga dat doen. Op terrassen kan je al zitten, is ontspannend, ook voor de economie goed. En dat had al half april kunnen gebeuren. Ja, okay. Dus ik vind, dus ik vind tot 1 weer, april, ja, dus ja, tot 1 april nu, begrijp ik het, maar daarna vind ik het slecht beleid. Hey, en nog even een rare theorie. Die blauwe lucht. Ik dacht dat corona begon, werkelijk waar. Ja, jij woont ook in volgens mij Amstelveen of Amsterdam. Waar woon je? Ik weet niet eens waar je woont. Amstelveen? Aan de Amstel in Amsterdam. Oh, kijk aan. Inmiddels. Maar die blauwe lucht, de corona begon. Nou, werkelijk waar. Het is nog nooit zo mooi weer geweest, volgens mij, de afgelopen 20, 30 jaar. En nu, de maatregelen werden enigszins versoepeld. En het is weer regen. En is daar correlatie of is dat gewoon heel toevallig? Nou ja, dat doet me denken aan het begin van mijn studie, dat een professor uitlegde wat een schijncorrelatie was. Ja, ja. En die had namelijk in Denemarken, zag hij een samenhang tussen het aantal ooievaars en het aantal kinderen wat geboren werd. Maar dat kwam omdat in het platteland meer kinderen werden geboren. Oké, dus dat is gewoon puur. Ik weet het niet. Ik bedoel, het zal er iets mee te maken hebben, maar niet veel. Hey, en dan de verkiezingen. Wanneer ga je onderzoeken zeg maar wat Nederland vindt als er gewoon even een besluit wordt genomen om de verkiezing met een jaar uit te stellen? Ja, dat moment. Ik bedoel, ik heb... Wat vind je zelf daarvan? Want ik vind het zelf echt... Nou, ik heb in maart al tegen een politicus gezegd, zou mij niet verbazen als de verkiezingen worden uitgesteld. Maar goed. Ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Kijk, alles is bepalend wat natuurlijk tijdens de herfst en winter gebeurt. Als je dat ventilatieplan doorvoert, dan kunnen we gewoon de verkiezingen organiseren. Ja, ja. Het,
En ik denk dat... Ja, ik zou het een heel slecht besluit vinden als we uiteindelijk verkiezingen niet door laten gaan. Hmm. Ik bedoel, als we allerlei middelen hebben om ook vanaf huis te werken, dan zou je toch ook situaties moeten hebben dat je gewoon ook nog op 17 maart zou kunnen stemmen. Ik zou het dan een grote nederlaag vinden. Waar mij het meer om gaat is, hè, als je gewoon kijkt naar uitvoeren, oplossen en promotiepraatjes. Ja, ik vind het hartstikke leuk hoor, die gesprekken tussen Mona Keijzer en Omtzigt en Hugo de Jonge. Maar ik heb liever dat ze gewoon meehelpen aan de oplossing. En dat dan de verkiezingen gewoon dit keer maar even iets later plaatsvinden. Dat is eigenlijk meer wat ik bedoel. Je kan het toch niet voorstellen als het land staat in de fik, BV Nederland. Volgens mij moeten we gewoon met z'n allen de oplossingen gaan realiseren in plaats van... Nou, maar dan zou je... Ja, maar als je verkiezingen uitstelt, dan zou je onmiddellijk met een nationaal kabinet moeten komen. Ja, exact. En niet wachten tot dat moment. Dan zou je gewoon een zakenkabinet moeten hebben van kundige mensen, exact, over dit onderwerp. Dan kan ik het begrijpen. Maar ja, als je dat niet doet en alleen maar zegt, we stellen het een jaar uit en we met de maar huidige... We voegen regering... wel een... Ja, je kan het een zakenkabinet noemen. Je kan het OMT 2.0 noemen, whatever. Nou, maar, whatever. Maar dan bedoel, dan zou ik... Ik zou graag willen dat je dat eens een keer vraagt. Wat vindt Nederland? Dus ja, ik ben ja wel... maar dat... Ja, maar dan... Ah, ja, dat kan ik ook wel vragen, maar... Ja. Nou, mensen denken daar niet erg ver over door. Nee. Maar ik denk dat de hele peilingensituatie, de scores van de partijen, ontzettend gaat schuiven in het najaar als de consequenties van de economie duidelijker zijn. En de overheid keuzes moet maken die wel pijn gaan doen economisch. Terwijl ondertussen, omdat ik bang ben dat het ventilatieplan ook niet slagvaardig wordt uitgevoerd, we gewoon vanaf oktober, november weer een toename hebben van gevallen. Waarbij ik weer afgelopen, eergisteren zag ik Bruls, burgemeester Bruls. Ja. En terwijl gezegd werd... Weer bang gemaakt. Ja, hij maakt ons ja, weer we bang. Gaan het lokaal aanpakken. Ja, landelijk, zei hij zelf. Zei hij, nee, ja. Nederland is veel te klein. Ja. Dat moeten we landelijk doen. Nou ja, als de volgende keer dat we landelijk dicht gaan, kunnen we net zo goed het hele land sluiten. Dan gaan we de straat op. Ja, maar zo'n man is wel voorzitter van de... Van, ja, klopt. Hij is gewoon niet capabel. Dus het is toch gewoon bijna een zwakte van ons Nederlands systeem. Dat zo'n man komt bovendrijven. En ik heb gisteren bij Bo gehoord hoe hij huishoudt in Nijmegen op de terrassen. Hoe hij zijn boa's en politie laat controleren en terrassen laat sluiten. Nee, ja, dat is niet goed. Nee, jij hebt ook het huis van Thorbecke. Dat kan niet meer, toch? Dat is toch een beetje uiteindelijk de gedachte van de democratie. We moeten naar een soort nieuwe democratie. Ja, dat heb ik al ergens 20 jaar geleden geschreven. Ja. Maar toen heb ik er nog wat bijgezet. Ja. Dat gaat nooit uit zichzelf. Want een Eerste Kamer zal zichzelf niet afschaffen. Nee. Maar wat ik wel zei, in de geschiedenis hebben we altijd een grote verandering gehad tijdens vormen van grote crisis en revolutie. Altijd. Nou, ja. Ik denk dat de huidige situatie uiteindelijk, ik denk dat de komende 5 à 10 jaar we nog heel veel zullen ervaren van wat we nu aan het doen zijn. De harikiri die we gepleegd hebben. En het zou mij niet verbazen als we over 5 à 10 jaar als direct gevolg daarvan met een totaal ander politiek stelsel, zowel in Europa als in Nederland zitten. Ja, nee, maar dan ga ik het afsluiten, want het is de Griekse wijsheid. Kromonai is verandering, crisis. Dus ja, ik zou het mooi vinden, ook Maurice, lof voor je werk en je inzet houdt vol. Maar ook dat we politiek gezien samen het gaan oplossen. Want ik denk wel dat de toon moet zijn in plaats van dat we met z'n allen tegenover elkaar zijn. Dus we moeten elkaar wel bekritiseren, maar er moet nu wel een oplossingsgerichte situatie bij iedereen ontstaan. Dus, ja, daar was ik hard mee bezig om relevante informatie bij te dragen. Maar tot nu toe werd daar nogal genegeerd, maar langzamerhand. Maar het steeds meer blijkt dat ik gelijk heb. Nu begint het steeds meer door te brengen. Het keert. Oké, nou, dankjewel. Okay. Graag gedaan. We hebben alles volgens mij wel een beetje behandeld. Ja hoor. Ja, alles, maar best wel veel. Hè? Ja hoor, zeker. Dankjewel Maurice en ik wens je een fijne dag. En een fijne vakantie, hè? Geniet er ook dankjewel. Van. Dankjewel. Hoi, hoi. Bye bye. Ik ga bellen met Jaap de Groot. Hij was ook afgelopen woensdag bij de lancering van ons nieuwe magazine Masters met Johnny Heitinga. Hij is een echte insider. Ik wil van hem weten wat er nou gebeurd is met Max Verstappen in Oostenrijk. Oh nee, problemen voor Verstappen. Hij zit naar beneden te kijken. Technische problemen aan boord van de Red Bull. De Spec 2 motor hobbelt en hapert. Kan hij nog wat doen? Go back with your setting.
vraagt, what can I do with the setting? Ja, 10 uur is 10 uur. Ja, hè? Ja, heb ik van Van Gaal geleerd, hè? Ja. Je mag nooit... Nou, Jaap, ik ga even beginnen bij vorige week. Ik had me helemaal verheugd op zondag. Ik zat keurig bij mijn oudste zoon, die vierde zijn verjaardag. Dus wij allemaal gebak, lekkere hapjes. Ze gaan zitten. De start, goede start op gele banden. En toen viel de motor uit. Wat is er nou echt gebeurd? Ja, nee, dat is er gebeurd. Elektronica problemen. Hmm. Ja, eigenlijk is dat het ergste wat je kan overkomen in de Formule 1. Omdat dat soort zaken horen gewoon geregeld te zijn. En wat je al aangaf, tactisch leek het echt geweldig. Had hij een enorme stap gemaakt, Max Verstappen. Hmm. Met de truc, zeg maar, en de strategische beslissing om tijdens de tweede kwalificatie op mediumbanden te gaan rijden. Ja. Waardoor hij minder snel had, de banden had hoeven in te wisselen. Ja, 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 nou, ja precies. En daar had hij gewoon een voorsprong mee. En je zag ook, naarmate de race vorderde, dat wel eens de beslissende factor had kunnen zijn. Ja. Ja, en als je dan dat soort slimmigheden dan ziet verdampen door een elektronische blokkade, ja, dan kan je door de grond zakken. En ja, maar dan komt ook weer aan de andere kant weer het stoïcijnse Max naar boven. Dat hij na één dag ongelooflijk balen, dan toch weer gewoon gefocust is op de race van zondag. Hmm. En wat hij ook aangaf, het voordeel is, ik kan binnen een week revanche nemen, maar ik denk op het moment supreme dat het gebeurde, dat we allemaal net zoals jij dachten, oh no, want je voelde, hij is er meteen bij. Ja. Ondanks het feit dat de Mercedes het toch wel een halve seconde sneller waren, wat ook op zich ook wel bedenkelijk was. Ja, nee, maar dus wat je dan ziet, hè, je zag die, maar hij was natuurlijk woedend en terecht, en dat hoort ook bij de sportman Verstappen. Ik zag vandaag of gisteren was dat het bericht dat hij toch heel loyaal is aan zijn werkgever. Dus geen kritiek naar buiten, maar waarschijnlijk wel binnenskamer. Maar het gaat mij om dat ene zinnetje. Dus uit de Red Bull-fabriek komt dan, ja, we hebben het gevonden. Maar ze zeggen niet wat ze dan ontdekt hebben. Dat vind ik irritant. Ik wil weten, hoe kan het nou dat zo'n motor als enige en als eerste gewoon zomaar uitvalt? Waarom zeggen ze dat niet, wat er gebeurd is? Ja, nou, ik denk ook een beetje dat het een complex verhaal is. Want die computerbox waar die elektronica op aangesloten is, zit vrij complex in elkaar. En dat ze ook gewoon richting de concurrentie niet willen laten weten waar... Kijk, in feite had dit gewoon niet mogen gebeuren. Nee. Het is gewoon een verschutting. Ja. En ik denk dat ze dit zo snel mogelijk willen vergeten. Dat ze ook niet in details willen treden. Mm-hmm. En dat ze daarom op deze manier doen. Maar heb jij in een gerucht gehoord dat je denkt van... Nee, ik denk gewoon inderdaad dat het een vorm van kortsluiting is geweest. Zoals je dat gewoon thuis ook hebt. En ja, gewoon niet gebeuren. Nee, dat mag echt niet. Dat het met de motor of wat dan ook, of de rijder iets doet, dat kan. Mm. Maar dit op dit niveau. Maar ja, dan zie je weer. Het is, ze hebben 4 maanden lang niks kunnen testen. Dus je ziet eigenlijk dat de race van afgelopen zondag. Maar dat geldt voor iedereen, hè? Zondag, iedereen. Ja, nee, precies. Precies. Dus het blijft gewoon een test in de test in de test. Ja. En dat ga je van het weekend ook krijgen. Je zag ook met andere teams dat het aantal uitvallers was enorm. Ja, was enorm. Ja, klopt. Het is gewoon een heel raar seizoen. Hmm. Waarbij ze dus sinds begin maart niet meer in de auto's hebben kunnen zitten. Ja, en nu heb je 4 maanden later begin je weer op nul. Ja, je hebt eigenlijk geen gegevens. Dus je ziet vanaf vorige week vrijdag zijn ze pas weer begonnen om die auto sterk of te perfectioneren. Ja, en bij Max is dit dus fout gegaan. Alleen ja, dit, als je dan zo met zoveel mensen en zoveel experts kan werken. Bizar, met al die mee. Dit is gewoon bizar. Ja, en dit is echt, kijk, rijd dan tegen een ander aan. Ja,
Of in de of vangrail. Wat dan ook, ja. Weet je, of in de, maar niet dit. Dit is gewoon. Nee, dat kan niet. Dit is 100 meter fietsen en een lekker band hebben, weet je. Het is bizar. Maar als dat weer gebeurt zondag, ja, dan vind ik ook dat er consequenties aan verbonden moeten zijn. Want dat kan je de coureur Verstappen niet aandoen. Want maar kijk, dat is het voordeel in de Formule 1. Dat iedereen is ergens verantwoordelijk voor. Dus degene die links achter een bout aan het wiel draait. Je weet precies wie wat verantwoordelijk voor is. Dus dan gaan de koppen rollen. Ja. 100%. Dat, als dat fout gaat, weer. Wat overigens, dat verwacht ik niet. Want dit is echt. Dit is heel diep gedrongen in de ziel van Red Bull. Dus ik kan me niet voorstellen. Eigenlijk ook weer een vooruitzicht. Je weet dan na zoiets dat Max eigenlijk op zijn best is. En dus ik kijk eigenlijk weer uit naar de race van zondag. Omdat je en het wordt regen waarschijnlijk. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik vond het wel leuk. Ik moet wel zeggen, ik vond het wel weer genieten om weer te kijken. Ja, ondanks alles. En ook meteen al, je weet dat hij dan in nadeel is met die mediumband. Dat iedereen rijdt op softs. En dan hoe hij dan toch weer de deur dicht houdt. Ja, vooral die eerste ronde. Ja, perfect. Ja. Knap. En dan bij die eerste bocht meteen al de deur dicht houdt. En daardoor zijn tweede positie vasthoudt. Precies zoals het hoort. Ja. En eigenlijk foutloos rijdt. En je ziet ook alweer. Ja, ik vond het. Het kwam mij weer over. Je kon toch weer zien dat hij. Als rijder toch weer volwassener geworden is, weer een stap heeft gezet. Ja, je denkt, hij is klaar gewoon om dit jaar eigenlijk al toe te slaan. Ja, echt. Maar ja, dan kom je meteen met een achterstand. Wat vond je van het niet knielen bij het proces protest tegen racisme van Verstappen? Ja, coureurs, hè? Dat moeten we even bij zeggen. Ja, nou ja, hij was heel duidelijk erin. Hij is tegen racisme, dat heeft hij uitgestraald. Ja. En hij wil zelf bepalen hoe die dat uit. En het is heel nadrukkelijk het signaal van ik ben geen kuddedier. Ja. Nu is natuurlijk ook de afgelopen weken dat knielen wordt wel toch steeds meer geassocieerd met Black Lives Matter. Ja. En ja, daar is ook een discussie inmiddels over ontstaan. Over de politieke achtergronden die eraan gekoppeld zijn. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen nu. Je hebt ook in Engeland gezien. Ja, in Engeland. Ja, die jongens die zich tegen afzetten. Een aantal donkere Engels. Ja, wacht eens even. Ik wil niet over een maand geassocieerd worden met. Een actie die ik gedaan heb, die mogelijk politiek. Waar een politiek ravenrandje aan vast zit. Dus hij heeft. Daar zie je ook weer de volwassenheid van hem. Hij maakt het. Hij geeft het signaal af waar het om gaat. Ja. Nee tegen racisme. En de toevoeging daaraan, dat. Daar heeft hij zelf een knoop over doorgehakt. Maar moet die hele discussie nee tegen racisme niet zijn? Nee tegen treiteren of pesten of wat dan ook? Want ik had het met Snijder over in de podcast vorige week. Ja, die wordt ook altijd neergezet als kleine, snap je? En de andere wordt neergezet als dikke. Of de andere wordt neergezet als kale. Of de andere wordt neergezet als homo. En zo kan ik door blijven gaan. Is het niet zo dat er een soort... algemeen belang is dat we een keer zeggen... laten we nou eens ophouden met treiteren, pesten en disqualificeren. Want het is nu de ene groep tegen de andere groep aan het worden. Ja, maar je ziet al langzaam zeker dat de discussie die kant op gaat. En ik denk ook dat precies wat je zegt, dat het heel relevant is... dat mensen dat onder ogen gaan zien. Want kijk, en dat vond ik ook wel het mooie van de actie van Max Verstappen... Hij geeft daarmee ook aan, ik ben geen kuddedier. En ik krijg het gevoel ook, zoals de discussie de afgelopen week is gegaan, dat de hele meute rolt achter elkaar aan. En de nuance, die verdampt steeds meer. Hmm. En dan is het mooi dat je dan ziet een jongen van 22 jaar dan toch aangeven, luister even, de boodschap is duidelijk. En de manier waarop, dat bepaal ik zelf. Hmm. In plaats van als een kuddedier achter de meute aan te lopen. Waarbij je op een gegeven moment de helft niet eens meer weet... het verschil ziet tussen wat er wel en niet kan. Hmm. En de discussie in de hoek gedreven wordt... dat je echt denkt, is dit land gek geworden? Hey, en dan even over Snijder. Heb je ook gevolgd, neem ik aan. Die is helemaal viral gegaan, hè? Wat hij bij ons in de podcast zei vorige week. Hè? Over dat hij getriggerd was.
Hoe kijk jij naar deze situatie? Hoe serieus is het volgens jou? Nou ja, ik moet het zien. Kijk, je kan erom lachen. Je zegt, ja, dat is onmogelijk dat hij teruggaat in het betaalde voetbal. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, je kan ook bekijken hoe hij terugkomt in betaalde voetbal. Ik denk dat een snijder op het trainingsveld met een selectie. Ik heb altijd al gezegd, toen hij stopte, heb ik toen zelf een column geschreven. En ik zei, luister, Ronald Koeman als bondscoach. Ooit heeft Guus Hiddink een groep oud-spelers, onder andere Philippe Cocu en Frank de Boer, gewoon mee laten lopen met de technische staf. Puur om tijdens trainingen en in het spelershotel klankbord te zijn voor jongere spelers en hun ervaring met hun te delen. Nou, waarom zou Sneijder niet in zo'n rol kunnen passen? Ik denk dat, of het dan bij FC Utrecht of bij Ajax of bij Daniel Zelftal, terug in betaalde voetbal, ja, als speler, nou, dat moeten we zien. Maar als onderdeel van een technische staf of onderdeel ja, maar van de selectie. Weet je wat ik hoorde, Jaap? Nou? Ik hoorde dus dat, kijk, die Frans van Seumeren, die wil het wel, hè? Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja, begrijp precies. Maar ik hoorde dat de trainer, John van der Brom, even zo in de wand, die zei, nou, ik moet er echt niet aan denken. Dat snap ik ook wel weer. Maar hij kan dat natuurlijk nooit daar tegenin gaan, want de supporters, ja, dat is de droom van de supporters. Maar ik hoorde wel dat van der Brom, ja, die riep ergens, natuurlijk informeel uiteraard, ja, dat moet ik niet aan denken. Kan je dat voorstellen? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik vind dat iemand als Wessie Sneijder met zoveel, ja, met zo'n reputatie, iemand die zoveel betekend heeft voor het voetbal, moet je altijd nadenken voor welke rol je hem kan inschakelen. Ja. Om de deur gewoon dicht te gooien, vind ik eigenlijk niet kunnen. Ik zit nu ook met jou te praten over, nou ja, luister, de voetballer Sneijder in het eerste elftal van Utrecht bijvoorbeeld. Daar krap ik wel achter mijn oren. Ja. Maar de voetballer Sneijder kan ik ook misschien op een andere manier gebruiken. Ja, maar dan krijg je een beetje dat Vincent Kompany model bij Anderlecht. Hè? Dus trainer en af en toe speler. Nou, dat werkt daar ook niet. Nou, nee, maar je hoeft toch niet te spelen. Je kan toch gewoon rondlopen. Zoals Huntelaar bij Ajax steeds vaker doet. Ja, maar je hoeft toch niet meteen als uitgangspunt te nemen dat hij gaat voetballen. Nee, je kan hem toch gewoon in de staf meenemen. Ja. Precies wat ik schetste toen met Frank de Boer en met Philip Cocu, met Nederland zelf al, wat Guus Hiddink toen gedaan heeft. Ja, en er zijn meerdere trainers die dat gedaan. Je kan hem toch op een gegeven moment tijdens trainingen, wat van Persie gedaan heeft vorig jaar of de afgelopen jaar bij Feyenoord, dat je op trainingen, dat je op een gegeven moment de middenvelders, de jongens, dichter op de bal, dit en dat. Je kan hem, iemand als Sneijder heeft altijd een toegevoegde waarde in het groep. Maar ik weet niet of hij dat wil, weet je. Ik denk wel dat hij de ene of andere manier. Maar dat is aan hemzelf. Ja, dat is aan hemzelf. Op een gegeven moment kan je tijdens een training zien of je de next step kan maken. Maar begin dan gewoon met iemand die meetraint, die als een soort van specialistentrainer in de kleedkamer op jongens inpraat. Begrijp. Maar kijk, alle specialisten op tv, weet je, overal zijn allemaal belachelijk ideeën. Kenneth Perez was nog het meest uitgesproken. Dat kan niet, is onzin. Nou, noem het allemaal op. Maar als je het aan Sneijder zelf vraagt, wat ik ook heb gedaan. Ja, echt, ik merkte, hij wil het echt wel, hoor. En dan gaat hij natuurlijk nu met al die specialisten kijken of hij dat lichaam fit voor elkaar krijgt. Maar ik denk echt dat hij het wil, hoor. Dus omdat Verstappen, hij is ook tegendraads. Weet je, als iedereen zegt het kan niet, nou, dat werkt het allerbeste bij hem. Maar dat is toch alleen maar mooi. Als je dan zo iemand in de selectie hebt, dan begin je, zeg maar, gefaseerd. Ja, precies. En dan zie je gefaseerd, dan heeft hij ook voor zichzelf een stip op de horizon gecreëerd. Ja, goed idee. Nee, maar ik vind echt een trainer, als je de kans krijgt om Wesley Sneijder, zeker bij een FC Utrecht, want die kunnen echt nog wel stappen maken. Of het nou vanuit de rol dat hij een specialist of als gewoon als een soort van mentor binnen die jonge spelersgroep fungeert. Of uiteindelijk zelfs nog gaan spelen. Ja. Die deur moet je altijd wagenwijd opengooien. En dat is ook in belang van de club. Hè? Ook richting de supporters. Nee, zeker. Ik vind dit moet je altijd omarmen. En je moet hem ook helpen om zijn doel te bereiken. En dan ga je er gewoon met z'n allen voor. En dat maakt alleen maar het geheel maakt dat sterker. Even een andere club, AZ. Robert Eenhoorn, die gaat maar door. Jij kent hem goed.
Maar ja. Hij laat het hier niet bij zitten. Hè. Hij wil toch doorgaan dat de UEFA, of de, wat is het, UEFA in dit geval, AZ toch dat Champions League ticket gaat geven. Is hij nou niet een beetje... Bedoel je die opmerking over de kas? Nee, over dus kijk, ja, dus ja, exact. Over de, hij wil naar de kas. Ja, over de kas. Ja, maar moeten we even uitleggen, hè? Dus nee. Eenhoorn heeft al gezegd als directeur van AZ, wij vinden eigenlijk dat AZ gewoon recht heeft op het Champions League ticket. Ja. Die hebben ze weer doorverwezen naar de KNVB. Nou, die is daar duidelijk over. Die zeggen nee. Maar ze laten het er om de een of andere manier toch niet bij zitten. Hè? Ze willen gewoon toch doorgaan. Wat vind je daar nou van? Kijk, het vervelende was van de week kwam het, is ook overigens door weinig media overgenomen. Kwam het bericht van dat als de UEFA op 3 augustus het verzoek van AZ afwijst om als eerste Nederlandse club ingeschreven te worden voor de Champions League, dat ze dan naar de kas zouden gaan. Nou, dat, wat me opviel was namelijk dat het bericht niet van AZ kwam, maar van een advocaat die volgens mij een beetje op een zijspoor gezet is door de club, omdat hij iets te loslippig is geweest in die hele zaak, wat AZ uiteindelijk meer schade dan voordelen heeft berokkend. En wat me ook opviel is dat bijna geen enkel media het overnam. Dus het feit dat AZ naar de kas zou gaan bij negatief, dat zie ik niet als een feit, maar meer een wishful thinking van de advocaat in kwestie. Van AZ. Maar goed, hij kan ook zeggen, ik stop ermee nu. Ik vind het niet slim hoor, als ik eerlijk ben. Ja, nee, maar waarom zou je stoppen als er geen uitspraak is? Zij, kijk, de argument die AZ hanteert in deze is dat ze ze 3 keer een brief naar de KNVB hebben gestuurd en dat daarop niet eens een bevestiging van ontvangst is gekomen. Ja, en ze hebben gewoon gezegd, luister, dit is gewoon een fatsoensnorm. Als wij geen antwoord bij de KNVB op onze relevante vragen krijgen, dan gaan we naar het volgende loket. Ja. En dat is de UEFA. En dat is ook wel logisch, want als het niet aan de UEFA gelegen had, had AZ helemaal geen Champions League. En dan waren ze toen gaan naar het stand van het seizoen ervoor met PSV en Ajax. Ja, maar dat was de bedoeling van de KNVB. Dat was gênant geweest. En dan vervolgens wil je de dialoog aangaan met de KNVB. Die houdt het loket dicht. En tot 3 keer aan toe weigeren ze om te praten. Ja. Dat hebben ze ook gezegd. De enige reden waarom ze dat gedaan hebben, was omdat de KNVB niet wenste te communiceren en zij wilden gewoon niet genegeerd worden. Ja. Wat op het een nee, maar dat is ook wel Eenhoorn, die gaat gewoon door. Ja, oké. Maar jij vindt het niet onverstandig, ook vanuit reputatieoogpunt. Dus continu, dat gelijk willen halen. Jij zegt van, ik vind het eigenlijk wel logisch dat hij doorzet. Nou ja, het punt is, zij willen antwoord hebben op vragen. Ja, maar dat is doorzetten natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ze hebben ook duidelijk aangegeven, wij zijn de fase voorbij dat wij alles accepteren. Ze geven hiermee ook een signaal af dat AZ niet langer een club is waar overheen gelopen kan worden. Nee, dat begrijp ik. Kijk, ze hebben heel sterk het gevoel dat Erik Gudde, de directeur van de KNVB, zijn oren te luisteren heeft gelegd bij Ajax, Feyenoord en PSV en vervolgens alle beslissingen genomen heeft. En eigenlijk de 31 andere betaald voetbalorganisaties niet serieus genomen heeft. Dat ik, nou, als ik naar die 3 luister, dan overleef ik. Dan kan mij verder niks meer gebeuren. Een beetje een soort nepotisme op het hoogste niveau. Exact. En wat je dan nu ziet is dat je AZ eigenlijk als een hele sterke gele trui dragen van de rest zich nu manifesteert. Sterker nog dan FC Utrecht, die in mijn ogen op dit moment echt het meest nadrukkelijk een oor is aangenaam. Ja, zeker. En die bekerfinale. Die bekerfinale natuurlijk. En ook gewoon de vecht voor de Europa League. Ja, ik begrijp het. Ja, nee, maar vooral die bekerfinale. Hoe lang je erover nadenkt. Hoe groter het godspel wordt zo langzamerhand. Ja, want er worden straks in augustus 60 oefenwedstrijden gespeeld. En de KNVB is niet in staat om 1 bekerfinale. Ja, nee, dat is echt viruswaanzin. Om even een populaire term van het moment. Oké. Okay. Hey, dan even tenslotte, Jaap. Ik zie jou niet als een Nostradamus, maar ik ga het je toch vragen. Wat gaat er gebeuren zondag? Tweede kans Verstappen?
Ja, nou, ik denk dat hij nu nog nadrukkelijker... ik denk dat hij afgelopen zondag... kijk, hij gaat elke race voor de overwinning. Ja. Maar dat hij afgelopen zondag, ook gezien dat hij niet precies wist hoe of wat... dat hij blij was geweest, dat hij had kunnen leven met een plek bij de eerste drie. Ja. Maar dat hij komende zondag, ook omdat hij gewoon moet winnen... om in de race om de wereldtitel te blijven, dat hij gewoon... Er is maar één focus nu en niet 100% wat hij normaal heeft, maar 110%. Hij gaat gewoon voor de overwinning en dat moet hij ook, want anders loopt het risico dat het zijn achterstand veel te groot wordt. Dus ik ga er gewoon vanuit, ik ga zitten en dat daar iemand gaat die vol de concurrentie in de nek grijpt en gewoon niet meer loslaat. Helemaal goed. We gaan ervoor. Dankjewel. Goed weekend alvast. Okay. Dankjewel. Ja, ook dag ja. Bye. Het is weer tijd voor Erik de Vlieger. Ik ga een beetje roddelen met hem vandaag over Ghislaine Maxwell. Ik wil het uiteraard ook met Erik hebben over het CDA. Over de relletjes in Knokke. Over Gordon. Over de verslaving van Gordon. Hoe zit dat nou precies? Hij weet daar alvast wel wat leuke dingetjes over. Ja, situatie in Portugal. En er komen altijd weer verrassende Vliegeriaanse ingevingen. Het is tijd voor Erik de Vlieger. Goedemorgen, Yves. En de vorige keer deed je het in het Portugees. Ja, maar ik ben 15 uur lang een beetje van nieuws verstoken geweest. Want ik ben gisteren uitgenodigd bij een hele grote Portugese familie. En die gingen om 10 uur met z'n allen voor de laptop allemaal trouwfoto's van een trouwerij bekijken. Ja, en dan stond ik dus te kijken ook. En dat deden we vroeger ook, weet je, in de 60-jaren, 70-jaren, trouwfoto's met dia's. En die mensen doen dat nog steeds. En we hebben een wereldavond gehad, Yves. Lekker. Dus daar ben ik nog even van bij te komen. Heb je veel gedronken of niet? Nee. Ik red dat niet meer als ik heel veel drink, 's ochtends. Dat gaat niet. Beetje roken. Daar ben ik een beetje te oud voor. Dan moet ik je gewoon zoeken. Als je vroeg op wil staan en aan het werk... Dan red ik dat niet. Hey Yves, als ik even met de deur in huis mag vallen. Ik heb gisteren wel een interessante gedachte gehad. Ja. Als die Kanye West die president wil worden van Amerika. Kanye. Ja. Die man van Kim Kardashian. Ja. Ik denk dat dat een oplossing is voor alle problemen. Ja, echt? Ik hoop dat die man het wordt. Want? Yves, dat wordt toch fantastisch. dat wordt toch unieke tv, die man in het Witte Huis. Ja. Dat is toch, met die rappers en die doen. En dan werk ik voor wat buitenlandbeleid en met Poetin, ja, met die gouden ketting. Yves, dit is de oplossing voor alle problemen. Ik denk, kijk, als je die Biden en die Trump naast elkaar zet, dat zijn toch een beetje oude gekke mannetjes. Ja. Ja? En hè, die zijn over de 70, ja, dat... Kijk, Yves, als je 73, 75 bent, dan ben je toch niet meer zo scherp als op je 50ste, 60ste. Nee, klopt. En je moet je eens voorstellen. Moet je eens voorstellen dat die Kanye met Kim Kardashian op bezoek gaat bij Poetin. Dan krijgt ze alles geregeld. Nee, naar de koningin van Engeland. Alles wordt geregeld. Ja, dat is. Dan hebben we. Dan is Amerika compleet. Ja, nee, ik heb hun een keer ontmoet, hè? Problemen krijgen. Wij waren een keertje in Londen voor een voetbalwedstrijd. Ik was even naar de FA Cup Final. Vind ik gewoon altijd leuk om dan eventjes een kortere tripje te maken. Toen hadden we geboekt bij de Chinees. En hele druk auto's, fotografen. We denken, wat is er allemaal aan de hand? Dus toen kwam dat hele gezelschap van Kanye en Kim Kardashian aanrijden. Nou, dat moest allemaal met security. En opeens stonden ze voor me. Hij is best klein, hè, die Kanye. Oh ja? Ja, kleine man. En die Kim Kardashian is echt lekker wijf ook in het echt. Nou! Ja. Nou! Maar ik denk, is dat de nieuwe wereld? Ja, misschien. Het is wel leuke televisie. Ja? Het is geweldige televisie. Maar hij is wel slimme denker, hè? Onderschat hem niet. Ik heb wat docus van hem gezien. Hij praat geen Spaans, hoor. En hij is ook een beetje ongrijpbaar dan. Ja, weet je? Kijk, Biden allemaal geschiedenis en democraat en Trump met zijn dingen, weet ik wat. En dan krijg je die gast. Ze moeten natuurlijk wel in toom houden met de rode knop. Ja, hij op een gegeven moment denkt, ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Bombarderen shit out of the way, dat soort dingen. Nee, okay. Maar ja, geweldig. Okay, ik heb nog een punt van orde, sorry. Okay, maar ik heb er ook een paar, maar een goede vriend van mij, die kwam een van jouw werknemers tegen. Ja. En die over die podcast van, hè, en die vond dat zo leuk. Die zei, god, het is met die Erik de Vlieger en Yves, dat gaat heel goed. Ja,
En dat vind ik zo hartstikke leuk. Maar er is één ding. Zij zei tegen mijn vriend in de stad. Erik had het woord neger niet moeten zeggen. Nee, daar ben ik mee. Ja, mooi. Mag je haar naam noemen? Ja. Nee, dat doe ik niet. Okay. Nee. En toen belde mijn vriend daarover op. En die zegt dat meisje, die was heel complimenteus over jou. En die zei, want ik had gezegd over neger. Als ik een blank of een neger moet aannemen. Ik neem de aardigste. No matter what of color. Dat was een beetje mijn verhaal. Ik zat natuurlijk geen racistisch grondslag aan. En toen belde mijn vriend mij op. En die zei, Erik, dat meisje zei. Ik zeg, nou, dan doen we dat toch niet meer. Nee, precies. Zo maar ik zei ook van, ja, let op je woorden of zo. Ik weet niet, of zo. Ja. Nee, maar dat wel leuk dat het zo loopt. Hè, in ja, de stad, nee, maar goed dat je dat ook uit jezelf zegt. Want het is gewoon niet prettig. Ik vind het goed. Nee, ik dat blijkt. Het... Ja, nee, klopt. Oké. Okay. Ja, dan, je had het fragmentje over woorden. We gaan even naar luisteren. Was op shownieuws. Mm-hmm. Even heel kort luisteren. Ja. Op een gegeven moment had ik zoveel zin in drank. Dat ik dacht... Er is niks in huis, wat erg. En ik kan natuurlijk niet naar de supermarkt gewoon om drank te halen. Maar ik had allemaal van die KLM-huisjes in huis. Ja. Die heb ik overgebroken. En ik kan me zo voorstellen dat je heel veel KLM-huisjes had. Ja. Ja. Ik schaam me dood als ik vertel. Vertel, waarom heb je dit fragment ingebracht? Nou, kijk, die hele roddel om Gordon met dit interview, et cetera... Iedereen is voor, pro en tegen. Eigenlijk wil ik een ander verhaal eromheen hangen. Kijk, het is een kleine 10 jaar geleden dat ik een radiostation had. Dat heette Wild FM. Hmm, en mijn toenmalige vriendin, mijn toenmalige vriendin, die nam toen een meisje aan op de verkoop. En dat meisje op de verkoop, die was heel ambitieus. En die zei, mag ik DJ worden? En die werd DJ. Hmm. En die was zo goed en dat was zo'n talent, dat Funix, die pikte haar op. Ja? En op Funix was ze zo goed, en ze deed ook wat internetinterviews, dat Talpa zei tegen haar, je bent zo goed, kom bij ons shownieuws presenteren. Ja, ja. Ja? En nu stond ze in het concertgebouw met Gordon, met haar eerste grote interview. En dat meisje, toen ze 10 jaar geleden bij ons kwam werken, gingen we met het bedrijf naar Portugal. En mijn zoon was er ook. En die kwamen elkaar tegen, die raakten verliefd. Mooi. En die zijn getrouwd. En die hebben een kind. En dat is mijn schoondochter. Die in dat concertgebouw Gordon een heel prachtig interviewde. Ja, ze werd natuurlijk alweer afgezet. Jij was even trots ook. Dianta heet, toch? Dianta Brooks. Dianta Brooks. Mooie naam ook trouwens. Mooie naam. Ze is een anker bij shownieuws. Haar vader is vol Antilliaans. Vol 100% Antilliaans. En haar moeder is 100% Nederlands, zeg maar even. Daar is dat prachtige kind uit voortgekomen. En ik was hartstikke trots. Dus het Gordon-verhaal, heeft iedereen het over, et cetera. Maar ik wilde eigenlijk dat fragment laten horen om mijn trots aan te duiden. Mooi. Over mijn vijfde kind, Dianta Brooks. Ja, mijn vijfde kind. Dat vind ik mooi. Ja. En heel veel kort over Gordon. Want ik had hem bij mij in de podcast, hè, een tijdje geleden, over verslaafd, heel open. En Gordon is echt een super aardige gozer. Dat is echt altijd gezellig. Ja. Heel scherp ook. Hij is ongelooflijk alert. Maar toen had hij toch wel gezegd, ja, ik ga niet meer, nooit meer cocaïne snuiven, noem het allemaal op. Maar dan doet hij het toch. Maar ben jij van eens verslaafd, altijd verslaafd? Nou, kijk, ik ben geen ervaringsdeskundige. Maar ik heb in mijn leven, in 2005 ben ik hier begonnen en heb ik een ecstasypilletje genomen op een feest. Hmm. En dat heb ik wel eens vaker gedaan. Dat was ongelooflijk leuk. Ik ben naar mijn kinderen gegaan, dat heb ik verteld. Ik heb tegen mijn kinderen gezegd, als jullie een pilletje nemen, dan vertellen dat aan papa. Dat hebben ze allemaal gedaan, prachtig. Ik zit helemaal niet in drugs shit of zo, weet ik veel wat. Massa. Heb je wel eens een snuifje gedaan? Maar, ik heb wel eens een snuifje gedaan. Kijk, maar wat Bram Bakker zei bij shownieuws. Kijk, dat is een vogeltje wat op je schouder gaat zitten. En in de hoeveelheden, ik vind het niet lekker. Het is naarspul. Het is in principe... En Bram Bakker zei het goed. Als het vogeltje eenmaal op je schouder gaat zitten, dan kom je er eigenlijk van je hele leven niet meer van af. En, dat als je een bepaalde associatie krijgt met iets, met een situatie, dan voordat je het weet, schijn je de dealer al gebeld te hebben. Nou, en als Gordon dan begint over 3 of 4 gram cocaïne op en een paar dagen doorgaan, luister... Ik geloof het niet helemaal.
Want die man is niet atletisch. Die houdt dat niet vol, snap je? Dus ja, ik denk maar, dat het een beetje overtrokken is. In het gooi, jongen, had die feesten. Dan liepen ze gewoon met dienbladen rond. Van die zilveren dienbladen. Werd gewoon openbaar gesnoven, joh. Ik zeg je, ik heb het nooit gedaan. Ja, ik ga het ook nooit doen. Ik ben anti-cocaïne. Ik vind het helemaal kut. Die wereld ken ik niet. Ik ben ook anti-Yves. Ik ben zwaar anti. Ja, ik heb zoveel mensen naar de kloten zien gaan met die shit. Dus Nou, we maken een bruggetje. We zijn een beetje lekker ook aan het roddelen. Ghislaine Maxwell, Epstein. Ik wil toch even met jou, wat ik wil weten. Wat gaat er allemaal uitkomen, joh? Welke namen gaan straks allemaal de revue passeren van die seksfeestjes? Wat ik me behoorlijk interesseer, ik zeg zo'n vrouw, die hield natuurlijk ook van die Epstein. Ja. En om hem te plezieren regelden ze andere vrouwen. Nou, in principe is dat het paradijs, hè? Voor een man. Ja, schatje. Je kon thuiskomen en je vrouw zegt, ik heb lekker zuurkool gemaakt. Nee. Zij zegt, ik heb deze vrouw voor je. He, dus dat is voor hele gekke mannen is dat natuurlijk. In de basis is dat het paradijs. Maar dat doen we niet, omdat we beschaafd zijn. Die regels hebben elkaar afgesproken. Maar hoe ver moet die Epstein dan niet in die vrouw haar hoofd zijn gaan zitten? Ja. Om haar dat te laten doen. Ja. Dus die Epstein, en ik heb toch nog een andere theorie, Yves. Het is te gevaarlijk. Okay. Het is echt te gevaarlijk. Ik heb het aan mijn vriendin verteld hier een paar dagen geleden. Ik zeg, moet je luisteren. Je zegt, die vrouwen die op basis van de macht, ik moet dat heel goed uitleggen, want het is glad ijs. Ja. Kijk, die vrouwen komen bij Epstein en die worden, of ook bij Weinstein vind ik eigenlijk nog het ergste. Hè? Die komen bij die Weinstein, dat is een ongelofelijke monster van een kerel. Ja, lelijke man, niet, een vieze man. Dikse. Vieze man. Oh, mag ik niet zeggen. Oké, sorry. En die mensen en die vrouwen, die hebben hem dan gepijpt. Of die hebben hem, omdat hij zijn macht gebruikt. Mm. Nou, kijk. Een echte vrouw, Tamara, jouw vrouw, of mijn vriendin, ja, die zouden nooit voor een baantje of een rol een kerel pijpen. Hmm. Ja, dat zouden ze niet doen. En die vrouwen wel. En die zijn dan jaren later, Epstein is, of Weinstein is natuurlijk een ongelofelijke viezerik. Epstein is een hele wrede man dan weer. Hè? Maar die vrouwen, ja, en ik zeg iets wat ik eigenlijk niet mag zeggen, die hebben dus niet. Of je moet echt verkracht zijn met lichamelijk geweld. Dan daar kan je als vrouw gewoon niks aan doen. Maar hun wil om toch te slagen in die showbiz quiz. Heeft daardoor kon Weinstein wel zijn macht over die vrouwen. Dus jij zegt die erotisering van de macht. Dat trekt toch bepaalde type vrouwen aan. Dat is wat jij zegt. Ik denk dat Weinstein ze gewoon een rol bezorgde. Ik denk dat het gewoon pure prostitutie is. Gevaarlijke uitspraak, Erik. Gevaarlijke uitspraak, vrouwonvriendelijk. Ja. En je weet het, ik ben niet vrouw-man verschillend. Totaal niet. Maar ik ken vrouwen die alles wilden bereiken, maar die dat niet zouden doen. Mm-hmm. Ja? Kom even mee naar de hotelkamer. Ja. Dan krijg je die rol. Ja. Dus we moeten wel een beetje. Goed dat hij de lik in gegaan, Weinstein. Het is natuurlijk een smeerlap. Nee, maar die Ghislaine Maxwell. Kijk, want dat is een soort. Die is ook door die Epstein helemaal. Ik weet niet, is de dochter, geloof ik, van Robert Maxwell. Dus ja, die komt uit een goed huis. Dan denk ik, wat gebeurt er inderdaad met dat brein van die vrouw? Dat ze gewoon bijna gewoon robotechnisch gewoon doet wat hij wil. Het is echt bizar, hè? Geld, macht. Want ze heeft heel veel geld. Want ik denk niet dat haar vader, haar vader heeft zelfmoord gepleegd. Nee, ja, dat is heel onduidelijk. Hè? Die is van een schip gevallen. Er zit nog alle complottheorieën achter, maar goed. Maar ik weet niet of die man zo rijk is gestorven en wat er met het geld gebeurd is. Maar niets is wat het lijkt. Maxwell, die heeft heel veel geld van Epstein gehad. Ja, die Epstein had zoveel geld met zijn fondsen. Ja. Met zijn hedgefondsen, dat die heeft daar gewoon 6 of 7 miljoen. Die gaf er 1 miljoen per jaar, geloof ik. Maar kijk, jij hebt natuurlijk ook laten we even naar Nederland gaan. Hè? Dus waarschijnlijk gaat uitkomen dat Clinton op de feestjes kwam. Die Prince Andrew, hè? Ik zou een mooie anekdote vertellen. Ik had ooit Sarah Ferguson naar Amsterdam gehaald. Om de beurs te openen. Dat deed ik toen nog. Ja, en dan liet ik zo iemand invliegen. Nou, dan moest ze een bepaald bedrag betalen. En dan ging ze op een gong slaan. Het sloeg helemaal nergens op, maar mensen vonden het leuk. Dus ik sta op een gegeven moment die Sarah Ferguson in de kleedkamer voordat we zeg maar dat podium oplopen. Dus ik zeg,
ja, ik zeg een beetje een rare vraag, maar waarom doe jij dit soort dingen? Het is toch een beetje, zeg maar, niet heel koninklijk en royaal dat je voor even een checkje naar Amsterdam vliegt om op een gong te slaan. Dus, nou ja, ik zit helemaal aan de grond, zegt ze. Ik heb werkelijk waar geen enkele euro meer. Ik zeg maar, hebben ze je gedist dan volledig? Dus die macht van het Engelse koningshuis, toen zij toch onwelvallig was, zeg maar. Ja. Die wordt zo massaal uitgeoefend dat zij werkelijk maar helemaal niks meer kan doen. Dus die macht, hè, en die wil ik even vertalen met jou naar Nederland. Hè. Dus we hebben in Nederland ooit met Fortuyn, toen met Melkert. En toen kwam achteraf uit dat die Melkert, die ging dan ook naar seksclubs in Papendrecht. En dan liet hij zich vastbinden aan een of andere rat en ronddraaien en weet ik veel wat allemaal. die Fortuyn heeft me dat echt verteld, tot in detail. En ik hoorde ook dat Wouter Bos wel eens naar andere zeg maar, vrouwelijke voorkeuren ging om een leuk avondje te hebben. Heb jij dat vroeger meegemaakt met bekende politici en zo, die toch wel wat bepaalde voorkeuren hadden? Nee. Weer glad ijs dit, hè? Nee, helemaal niet. Want dat is zoals, voor mij helemaal niet Yves. Ik zeg alles, dat weet je. Ja, nee, er waren onroerend goedhandelaren, ging met z'n allen een sekshuis. En dat was altijd een spelletje. Kan je nog één keer die geweldige anekdote vertellen? Dat vind ik een van de mooiste anekdotes. Dat jij was bezig met die grote vastgoeddeal van een gebouw in Amsterdam. En je zit daar met die hele rits aan advocaten, met die Duitse projectontwikkelaar. En het loopt allemaal niet. Ik verkocht het. Zo'n heerlijk verhaal. Het was het Elsevier gebouw aan het bouwen. Een grote deal, 20 miljoen gulden huur. Ja. Ja, we bouwden een gebouw. En e-wisseling, niet doen het snel. Dat werd euro's, zo'n 112 miljoen euro. En het groot Duits pensioenfonds wilde dat kopen. De hoofd van het grote Duitse pensioenfonds was een Nederlandse Duitse kerel. En het was een echte, originele, geweldige homo. Geweldig. En we zitten met z'n allen al 12, 14, 15 mensen en zo. En dan gaat het moeizaam met stroef. En ik zeg tegen die kerel, ben jij een homo? Ja. Al die advocaat. In één keer, ja. Hij zegt, ja. Ik zeg, kom je wel eens in Amsterdam? Hij zegt, onweinig. Ik zeg, zullen wij eens een keer lekker in Amsterdam uitgaan met z'n tweeën? Hij zegt, dat is goed. Om een lang verhaal kort te maken. Ik spreek met die man af. Ik ga naar die straatjes daar, die homo straatjes. We gaan lekker een biertje drinken, reguliere straat. We gaan naar een paar tenten. We gaan hartstikke leuk. Het is 11 uur, 12 uur. Ik zeg, nou ja, je hebt het nu een beetje gezien. Hij zegt, we gaan nu eens naar een echte homo tent, Erik. En toen nam hij mij mee naar ook daar in die kerkstraat, in een soort gebouw. En daar stonden 40 kleine containers en een zwembad en een bar. En in die containers lagen allemaal mannen seks met elkaar. Maar ik kwam binnen en ik schrok me helemaal. Dus ik moest me ook uitkleden. Ik liep daar als blote hetero. Nee. Ja, en hij kwam er natuurlijk niet meer bij, want hij had me natuurlijk drankje drinken. Ik had een handdoekje om, zeg maar. En ik liep dus langs die containers. Waar al die mannen zitten, ook mannen in eentje. Kijk je dan smachtend aan als je langskomt, dan kom je binnen. Jezus, ja? En ik zeg tegen hem, Hans Daan. Ja, Hans Daan heet hij. En ik zeg tegen hem, ik heb het een beetje moeilijk. Hij zegt, nou Erik, toen lacht hij me zo aan. Dan ga jij dan maar lekker naar huis, jongen. Toen heb ik lekker een biertje gedronken. Toen ben ik naar huis gegaan. Ik nam mijn fiets. Ik woonde toen nog in de Jacob Oberenstraat. Ik kwam met mijn vrouw thuis om 1 uur. Ze zei, dat was je avond. Ik zei, schat, vraag het me niet. Ik ben in een homo-sauna geweest. Maar ik verkocht hem wel het gebouw voor 112 miljoen euro destijds. Kijk, dat is... Verdienen we 11 miljoen aan. Dat is mooi deal. Oké. En dan even, ik ga hier niks over zeggen, Erik. Je hebt het overleefd. Hey, Knokken, kwam jij wel eens in Knokken? Nee, niet vaak. Heb je dat gevolgd, al die rellen daar met die Nederlandse jongen? Niet normaal. Ja, het is niet normaal. Maar weet je, ik zal je iets leuks vertellen. Want de meeste mensen weten dat niet. Hè? Dat Knokken, dat ken ik al 40 jaar. En dat is de burgemeester van Knokken is Lippens. Maar dat is eigenlijk gewoon een staat binnen een staat. Hè? Dus die heeft gewoon dat helemaal ontwikkeld. Dat is ontwikkelingsmaatschappij De Zoete. Of De Zoute noemen ze dat ook. En dat is, die heeft gewoon volledige vrijheid. En zijn broer, Graaf Lippens, die zat weer toen bij dat Fortis-schandaal. Ja. En ik weet nog een keer, ik vind het leuk om af en toe te golfen. Daar heb jij niet zoveel mee. En ik ging daar toen op die golfclub in Knokken een balletje afslaan en zo. Dat is heel ingewikkeld om daar te spelen. Maar goed, dat lukt allemaal. En dan komt die Lippens aan. Dat moet echt werkelijk waar iedereen in de stand staan. Je moet meteen van de hol af, want hij gaat voor. Dat is zo'n
onwaarschijnlijk autoritair regime waarbij de burgemeester van zeg maar gewoon een stad en ook nog eens een eigen ontwikkelingsmaatschappij heeft. Een beetje zoals in Marbella dat ging toen met die, die ook alweer die geestes Giel. Ja. Maar in Knokke is dat die ook heb zo. Die heb ik wel ontmoet. Ja? Ja. Ja, mooi hè. Maar dat is toch eigenlijk aan de ene kant zeg ik van dat kan niet. En aan de andere kant, hij bepaalt gewoon daar de spelregels. Is dat ook een wereld waar we naartoe zouden moeten willen? Nee, ik vind het heel vies. Nee, hè? Ik ook niet. Nee, ik vind het heel vies. En ik vind het een beetje vies. Ik heb die mensen, ja, mooi. Die Lippens van de Fortes ook gezien. Daar gaan ook hele rare verhalen over, hè? Wat dan? Ik bedoel, allemaal van pedofilie. Oh. Pedofilie. Allemaal op internet te vinden, in die blogs en weet ik voor wat. Ik ga niemand beschuldigen, want ik heb geen bewijs. Mm. Dat staat er wel. En als ik die mensen zie, een beetje van die volgevreten, dikke mensen. Ja. Ik vind ze allemaal een beetje vies. Ik heb dat überhaupt een beetje met Belgische bestuurders. Oh. Ik weet het niet, ik vertrouw dat nooit zo erg. Toen ik nog in mijn naaimachine tijd was, Yves, weet je wel, tussen mijn 20ste en mijn 30ste hadden we ook Belgische klanten, die betaalden ook nooit. Hmm. Ja? Die beloofden altijd, maar die betaalden ook. Moest je altijd naartoe om geld op te halen, of machines terug te halen. Ik vind de Belgen hele lieve mensen, maar ik blijf er liever bij weg. Okay. En die Franse Belgen, kijk, het blijft jammer dat we Vlaanderen niet bij Nederland hebben. Hè? Dat het allemaal uit elkaar komt. Alleen al sporttechnisch, jongen, dat zou geweldig zijn. Nee, joh, hadden we twee havens gehad. En Antwerpen en Rotterdam. Ja, en wat dacht je van het voetbalelftal, jongen, met de Bruyne en met Kompany? Ja, maar dat is ook maar van de laatste 15, 20 jaar. Jawel, maar goed, maar toch. Zouden we nog die haven, en Rotterdam en Antwerpen. Nou ja, had je mine, man. Had je had je een prijs kunnen vragen binnen het redelijke. Want had je helemaal geen concurrentie gehad. Maar ik heb het nooit gehad op die Belgen. Nee, oké. Okay. Ik kwam er ook niet graag. Nou ja, ik denk dat ze hebben het niet zo op ons, hoor. Ik bedoel, ik kom heel vaak in België. Mijn moeder is Belgisch, hè, dus ik moet heel erg oppassen. Die komt uit Brussel. Ik heb ook familie in België. Nou, ze hebben een soort, ja, ik weet niet, een soort minderwaardigheidscomplex ten opzichte van Nederlanders. Ja. Ze vertrouwen ons niet. Nee. En als je eenmaal, ik moet je wel zeggen, als je eenmaal het vertrouwen hebt van een Belg, dan is het klant voor het leven. Alleen nee, dus, geloof ik niet. Ja, echt. Geloof dat is mijn eigen ervaring. Hè? Ik heb heel veel Belgische relaties en daar ben ik heel goed mee. Die zijn heel trouw. Ja. Dan heb je een paar witte raven. Nou ja. Met Portugal en Spanje is precies hetzelfde. Hè? Portugal is België, Spanje is Nederland. Hè? Ja, nee, precies. Portugezen vinden Spanjaarden ook allemaal. Maar zo werkt het toch altijd? Dat is toch altijd zo? Dat werkt toch ook in Servië, Kroatië en zo? Rusland, Oekraïne. Ajax, Feyenoord. Oeh, daar moet je oppassen, Erik. Dat vinden de Feyenoord dus niet. Maar is Feyenoord dan België en Ajax Nederland? Ja, natuurlijk. Oeh, Erik, dit wordt geen populaire podcast, dit. Hey, even een ander... Ik zie de dreigbrieven wel binnenkomen. Ja, even een ander bruggetje, de verkiezingen. Ik had heel uitgebreid gesproken vandaag met Maurice de Hond. Die begint toch steeds meer begrip te krijgen voor zijn theorieën. Maar toen zeg ik tegen hem, heb jij al onderzocht of die verkiezingen überhaupt wel plaats moeten vinden. Ik zeg, moet je eens gaan peilen. Het is toch krankzinnig dat het land staat in de fik. De BV Nederland moeten gewoon alle zeilen worden bijgesteld om de boel op orde te houden. Gaan we toch geen verkiezingen houden? Niemand zegt dat. Wat vind jij ervan? 17 maart. Ja, gewoon verkiezingen houden. Echt? 17 maart. Niet uitstellen. Gewoon doen. Maar die, maar, goede veiligheidseisen. Nee, dat kan makkelijk. Ja, maar echt. Maar kijk nou, die Hugo de Jong, hè, onze vriend. En Mona Keijzer en Pieter Omtzigt. Die zijn nu alleen maar bezig met campagnes. Maar ze moeten toch op dat departement zitten. De hele tijd werken om de boel op orde te houden. Er is toch geen tijd voor verkiezingen. Hugo de Jonge heeft de belangrijkste positie. Die heeft elke dag beloofd dat er meer tests zou gaan komen. Die niks met zijn quota. Die heeft de verpleeghuizen niet beschermd. Hugo de Jonge is een ondeskundige mooi loper. Met een mooi kopje die het leuk kan vertellen. Maar wie denk je dat gaat winnen van die drie? Dat is wel een grap dat je me dat vraagt. Hugo de Jonge natuurlijk. Ja? Dacht je dat donder en hier is Barlien? Nee, maar ja, Mona Keijzer, Hugo de Jonge of Omtzigt? Wie dacht jij dat Donner of hier is Barlien toelaten dat Pieter Omtzigt wordt gekozen? Ja, dat is een interessante theorie. En waarom vind je dat? Nee, dat is geen theorie. Dat is de waarheid. Dacht je dat die oude dinosaurus van het CDA... Ja, want die wilde überhaupt Pieter Omtzigt niet. Want hij heeft het voorkeurstemmen. Destijds is hij er ook ingekomen. Omdat hij zo... En die man is wel het slimste jongetje van de klas.
Dat weet ik niet, Yves. Het is het meest hardwerkendste jongetje van de klas. Ah, slim in politiek is spelletjes. Ja, oké, dat is een ander verhaal. Ik vind hem wel heel deskundig. Maar Hugo de Jonge wordt het worden. Hugo de Jonge wordt ja, en geen Mona Keijzer uit Volendam? Nee. Kansloos? Nee. De kansloos, omzetskansloos. De CDA zet altijd een trekpop neer. Mm. Die de echte mannen, de macht binnen de partij. Hier is Barleen, Donner. Weet je, er zit zo'n groep van een man of 20... De oude CDA's, KVP, weet je wel, nog zelfs uit die KVP-kringen, of de AR4 ook nog steeds. Daar zitten nog van die stromingen, jezuïeten. Dat gaat er niet worden, die pakken een mannetje, die helemaal zeggen verkiezingen. Ja, dat ken ik allemaal wel. Er zijn lobby's op gang gekomen, er zijn groepen. Nee, precies. Jongen wordt het. En wie wordt de dark horse straks? Hè? Dus je buiten Rutte, buiten de jongen, van wie verwacht jij dat de dark horse wordt in de politiek? Nou, dat ga ik je uitleggen, Yves. Er komt een nieuwe partij. Ja? Ja, er komt een nieuwe rechtse partij. Er komt een nieuwe rechtse partij. Dat is nieuws. Dat had ik nog niet dat gehoord. Dat is nieuws, ja. Ja. En ik ga je niet vertellen hoe en wat. Maar mijn voorspelling is dat er een nieuwe rechtse partij komt. Want kijk, heel veel mensen willen niet op Wilders stemmen, omdat hij te radicaal is ten opzichte van de islam en hem ook onverdraagzaamheid verwijten. Mm-hmm. En Wilders heeft helemaal geen zin om minister-president te worden. En je stemt toch een beetje met je achterhoofd te leiden van de partij. Thierry Baudet begint te verliezen. Ik weet niet waar hij allemaal mee bezig is. Mm-hmm. Hij zit met zulke gekke gasten en gaat op de foto en zulke rare teksten. De mensen denken van ja, dat is hem ook niet. Mm-hmm. Dus er is ongelooflijk ruimte voor een rechtse partij. En dan heb je nog Peppi en Kokkie, Otte en Kool. Die verdwijnen, ja, dat wordt niks, hè? Ja. Dat wordt niks. Kijk, en dus er komt een nieuwe partij. En die zal, dat zal nog wel eens een dark horse kunnen zijn. Omdat die nieuwe partij waarschijnlijk wel in een coalitie kan. Want we blijven versplinterd kiezen natuurlijk. In een coalitie kan CDA, VVD, ChristenUnie. En wanneer gaan we dit horen? Denk jij? Maandje, denk ik. Ja? Ja, ik heb er niks mee te maken, hoor. Nee. Oh nee, laten we dat vooral niet zeggen. Maar je hebt het wel gehoord. Je hebt het wel gehoord. 100%. Oké, dat is voldoende, toch? Ja. En een leuke naam ook? Heb je de naam al gehoord? Ik laat hem even hangen, Yves. Je bent al... Gert, je bent hier nog helemaal niet over gehad. Ik bedoel, ik ben echt verbaasd. Dus normaal geef je mij vooraf ook wel inside information. Maar dit is dus... Nee, heb ik dit keer niet gedaan. Ik vind het ook beter als we elkaar niet vooraf... Nee, dat doen we ook niet. We hebben de hele week niet gesproken. Ja, lekker. Nee, lekker. Ik vind het wel leuk. Ik ben wel... Je hebt me wel geprikkeld. Oké. Ja. En meestal klopt het wel wat je zegt. Daar ben ik ook voor in dienst genomen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Oké. Nou, Erik, we hadden zelf een hele leuke introductie woensdag met Sonny Heitinga. Leuk. Ja, we hebben alles omgegooid naar Masters. En ik moet je zeggen, ik had een beetje een positief verhaal. Mouwen opstropen en echt mooi om te horen. Mensen willen echt ondernemen, Erik. Ze hebben er gewoon zin in. Tuurlijk. Ja. Heb je trouwens nog mijn voorspelling van 3 weken geleden gezien dat Davy Klaassen naar Ajax ging? Ja. Ik hoorde... 3 weken geleden voorspeld. Ja, ik ben zelf... Ze willen iets van 8 miljoen, begrijp ik. Dat werd er. Nee, Ajax gaat een bod doen van 8 miljoen. Ja, maar ik denk wel dat dit gaat 10 miljoen worden of zo. Maar ja, ik zelf vind het... Ik vind Klaassen echt veel minder als Van der Beek. Ik vind achteruit. Je maakt een vergissing. Oké, weet ik. Ik heb ook niet overal verstand van. Ik denk dat Davy Klaassen... Die was al goed toen hij bij Ajax speelde op zijn 23e. Die heeft natuurlijk nu die 4 jaar, is op de top van zijn kunnen, 27, 28 jaar. En in de top van zijn lichamelijke vermogen. Heeft al die ervaring van Everton en Werder Bremen en nog een of andere club. Ik denk dat het de beste speler van Ajax wordt. Ik denk als je hem goed de verantwoordelijkheid geeft, dat kan die jongen aan. Die heeft een zeer goede mentaliteit. Overigens een uiterst nette jongen. Ja, keurig. Dat hij natuurlijk niet de briljantie van Ziyech heeft. Maar met zijn energie en toch zijn voetbalcapaciteiten kan hij op een andere manier Ziyech doen vergeten. Okay. Dat is mijn theorie. Okay. Ik vind het een geweldenaar. Ik vind het als Ajax moet hem kopen. Nee, Ajax moet een verdediger kopen van 1,90 meter. Dat is wat ze echt nodig hebben. Ja. Nee, maar dat is echt wat ze nodig hebben. Als je het hele succes, als je ziet hoe die De Ligt nu bij Juventus, joh, dat is nu ja, maar ze hebben die Limburger van Fortuna, die jongen. Ja, die moet je toch meer de kans geven. Die is hartstikke jong. Ja, ja. Die moet je toch meer de kans geven. Is, ja,
Ik weet niet. Het is een grote jongen, frisse jongen. Ja, hij kan wel. Hij heeft wel een goede... Ja, misschien. Oké. Okay. Ik was in het begin ook wel enthousiast, hoor, over die schuur. Ja, maar die mag... Die laatste mannen, hè, die zo jong zijn, die moet je ze hun fouten laten maken. Nou, we gaan het dat allemaal we gaan doorgeven. Erik, de tijd is alweer... Die spitsen snap ik allemaal wel, Yves. Dat die een bal missen, die worden beter. Ja. Maar de laatste man die een fout maakt, is gelijk een doelpunt. Okay. Maar het moet. Oké. Nee, duidelijke taal, Erik. Het is alweer klaar, dus ik wens je een goed weekend. Hou wel even de jongeren in toom, hè? De Nederlandse jongeren in Albufeira. Las ik ook weer iets over. Wat is het tuig, jongen? Iedereen praat erover. Triest, hè? Yves, fijn weekend. Fijn weekend. Dankjewel, vriend. Bye. Ja, Won Jip. Die was weer in het nieuws, want het beeld van Hazes was gesloopt op de Dam. Kop eraf. En dat hij er zo mooi aan meegeholpen aan dit initiatief om dat op de Dam te krijgen. Zijn er camerabeelden? Heb ik nog niks over gehoord. Ik ga bellen met Jip. Yves. Ja, gezellig weer om je even aan de lijn te hebben. Ik doe even een sigaretje, Won. Ja, jij ook? Steek me op. Ja. Hé, hey, eindelijk. Ik zit al in de uitzending, hè? Wat? Ik zit al in de uitzending. Ja, dat vraag je altijd, hè? Ja, nee, voor de zekerheid. Ja, nee, zeker. Heel Nederland luistert mee. Won, okay. Dat was zo'n mooi beeld van André Hazes op de Dam. Welke gek heeft dat die kop eraf gehakt? Ja, Yves. Wat zou ik ervan zeggen? Ja, wat je ervan moet zeggen. Ik heb pas een gesprek gehad met mevrouw Halsema en de wethouders. En daar heb ik aangegeven... Amsterdam was en is niet te vol. We hebben te veel huftes in de stad. Ja. Die onze leefbaarheid nadelig beïnvloeden. En dan we nou eerst zorgen dat al die huftes eruit geflikkerd worden. Of gewoon strikte handhaving met flinke boetes. Dan wordt de stad een stuk leefbaarder. En dan zal de drukte allemaal meevallen. Ja. En dan wordt er midden op de Dam. Waar allemaal camera's hangen. Gebeurt het gewoon. Ja. Bij het paleis, bij de ABN AMRO, bij het monument, gewoon midden op de Dam. We zijn nu 4-5 dagen verder en er is nog niemand opgepakt. Nee, dat is, want dat, ik heb gezien dat je er een reactie op gaf, maar ik nergens lees ik de camerabeelden. Heb jij ook een camera hangen op je pand? Ja, maar het probleem bij mij is dat ik heb hem achter het monument hangen. Okay. Hij zit precies in die dode hoek, omdat het monument staat ervoor. Maar 100% zeker dat er camerabeelden zijn dat je kan zien wie het gedaan heeft. Tuurlijk. En waarom pakken ze dan die gasten niet op? Want die zullen waarschijnlijk niet met een bivakmuts over de Dam hebben gelopen. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Ja. En, wat is daar de verklaring voor? Ik heb daar geen verklaring voor en ik ga me er ook niet druk om maken. Ik heb ook gelijk gezegd samen met Rachel van, er moet een nieuw beeld terugkomen, punt. En dat gaat er komen. En dat mag ook geplaatst worden? Dat zien we dan wel. Ja. Want als het niet geplaatst wordt, dan zet ik hem gewoon achter het raam op mijn kantoor. En dat hij over heel de Dam uitkijkt. Dat is toch goed, hè? Ja. Hey, maar die verhuftering, hè? Wat mij opvalt is juist dat de hufters worden niet opgepakt. En de nette mensen worden wel steeds voor boetes gegeven. Ja. Wat is dat toch? Is dat dan een stukje lafheid? Van we pakken degene die braaf en ze netjes zijn, die dat zijn gewillige slachtoffers. En de mensen die schelden en ons provoceren, die laten we gaan. Dat is toch schandalig? Ja, maar dat is natuurlijk ook de tijd waarin we leven. Hè? De mensen en de handhavers zijn natuurlijk ook een beetje bang, hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ja, als je buitenlands bent en je doet iets verkeerd, wordt een beetje lastig, hè, nu. Ja. Want het wordt al gauw willekeur, hè. Ja. Ja, vervelend. Hey, en Won, je zei net even over, je hebt gesproken met Halsema en je hebt gesproken met wethouder, ik neem aan met Everhart, de wethouder van Amsterdam. Er was ook, de naam kwijt van de wethouders. Ja, die heet Everhart. Maar wat ik hoor, er was ook een groot overleg in Hotel Jakarta met allerlei hotels. Ik hoor van heel veel directeuren van hotels, van ondernemers in de stad. Ja, ze komen wel langs, hè? Dus ze maken wel allemaal rondjes. En een soort standaard antwoord is, ja, heel goed, heel interessant. Ja we gaan er naar kijken. Ze kijken overal naar. Maar wanneer gaan ze wat doen? Ja, kijk, ik was heel positief over het gesprek. Laat ik dat heel helder houden. Heel positief.
Ja, dat doen ze goed. En dat gesprek was 1 juli. En moet ik ook eerlijk zeggen dat onze burgemeester daar echt een leading rol in nam. Okay. Dus als de ambtenaren iets te veel aan het woord waren, dan zeiden ze eigenlijk ook wel van ja, nou wat jullie weten of denken, jullie mening is bekend bij mij. Ik wil de ondernemers eens een keer horen. Dus we hebben daar echt wel een goed gesprek gehad. En waar was dat op het stadhuis? Bus voor Bella, Petit Comité. Ja. En nou, dan 1 juli, short notice 1 juli. Nou ja, we waren er. Nou, en dan vol enthousiasme. Dit moet een vervolg hebben. Ik zei, nou, luister eens. Ik heb een flexibele agenda. En ik vind het zo belangrijk dat ik daar gewoon tijd voor vrij maak. Dus ja, kom maar op met je vervolgafspraak. Nou, en dan komt er een vervolgafspraak. En dan komen de mails voorbij. Ja, ik denk, als je 1 juli dan vol goede moed vooruit wil, dan moet je eigenlijk al binnen een week weer aan tafel zitten, toch? Ja. En dat gebeurt niet. Dan wordt het weer 14 juli. Dan denk ik van ja, weer een week weg. Ja, 2 weken. Maar wat is nou de agenda dan? Wat is dan wat zeg maar de ondernemers in de stad willen? En wat jullie dan vertellen aan Halsema en haar vervolg? Of gevolg? Wat is dan de vraag die jullie stellen? Of de suggestie die jullie doen? Kijk, er wordt aan ons gevraagd hoe de huidige situatie is en wat het toekomstbeeld zou moeten worden. Ja. Ja, nou ja, dus daar gaan wij allemaal op schieten. En wat zeggen jullie dan? Ja, kijk, ik heb gewoon aangegeven. Ik zeg, luister eens. Ik zeg, laten we even beginnen bij het begin. En ja, dan kom ik toch weer op het rolkoffertje. Ik zeg, door het rolkoffertje zijn de klachten ontstaan. Ik zeg, en de klachten los je niet op. Ik zeg, en het duurt vervolgens 5 jaar voordat je Airbnb aan gaat pakken. Ja. Snap je? Nee, maar dat is de rode draad, hè, dat Airbnb. Dus is het nou niet eens een keer een idee? Ik zal een ander voorbeeld geven. Vorige keer had ik met Erik de Vlieg had ik de discussie over de macht van de Amerikaanse techgiganten. Nou, toen ben ik er eens ingedoken. 4 miljard van de mediaomzet. 70% gaat er inmiddels van naar Google en Facebook. Dus die zijn helemaal de hele media is afgeslacht door die Amerikaanse techgiganten. Eigenlijk doet Airbnb hetzelfde. Dus ik zei. Ja. Je moet het gaan quoteren. Dus je moet het gewoon maximaliseren hoeveel zij hier aan omzet mogen draaien. Je kan het volgens mij niet verbieden. Maar je kan jawel, het toch wel... je kan het verbieden. Oh, je kan het ook verbieden. Want er zijn natuurlijk mensen die zijn pandjes gaan kopen en die willen dat dan weer verhuren. Maar ja, dat mag ook niet. Maar dus jij zegt gewoon verbieden. Maar wat zegt dan, wat zegt een Halsema dan? Ze hebben het in postcodegebied 1012 is het verboden nu. Ja. Sinds vorige maand. En in bepaalde postcodegebieden wordt het nog toegestaan, maar beperkt. Dus je kunt het gewoon verbieden. Er zijn ook Europese steden, volgens mij Berlijn, die het gewoon een algeheel verbod hebben. Ja. Dat het stiekem gebeurt, prima. Dat ontkom je niet aan, maar dan kun je gewoon met sancties heel hard optreden. Maar zeggen ze dan ook iets? Of luisteren ze alleen maar? Wat zeggen ze? Ja, ze luisteren en ze noteren het. Ja. En daar is alles mee gezegd natuurlijk. Kijk, ik zeg gewoon, je moet de problemen aan de voorkant oppakken. Ja, toen ook met die dampdemonstratie. Op social media wil ik eens een keer gewoon mensen zien met een boete. Dat ze 250 euro boete hebben gehad omdat ze aan het wilplassen zijn. Ja. Dat ze 250 euro boete hebben gehad omdat ze met lachgas rondlopen. Dat soort grappen. En niet meer de vrolijke foto's dat ze dronken door de stad lopen. En allemaal, dat is allemaal een negatieve image voor de stad. Ja. Het is toch te bezopen voor woorden dat wij plaskruizen hebben gemonteerd destijds tegen het paleis. Ja, niet normaal. Ja, dan los je een probleem niet meer op. Dan zeg je eigenlijk van je mag plassen, maar dan tegen die plaskruis. Nee, maar... Wat denk je wat er gebeurt als ik bij Buckingham Palace kom bij het hek en ik doe mijn broek naar beneden en ik ga lopen pissen daar? Ja... Ja. Of in het Midden-Oosten worden je handen eraf gehakt. Of in Japan, hè? Het beste voorbeeld, als je daar kauwgom op straat gooit, heb je een probleem. In Singapore heb je een probleem. Hongkong ook. Ja, Hongkong ook. Dus wat... Want ik heb het idee, hè, dat die Halsema het echt wil, maar ze weet niet hoe ze het moet oplossen. Dus hoe kan je nou oplossen dat aan de ene kant er gewoon echt wordt gehandhaafd tegen die misdragingen, dus die zijn gewoon krankzinnig. En aan de andere kant dat er een mooie nieuwe visie ontstaat. Waarom lukt gewoon dat niet? Strikt handhaven. Maar, en de visie? Als dus je een nieuwe stad met nieuwe... de stad is niks mis mee, Yves. Het is een mooie stad.
Alleen dat hufterige gedrag moet eruit. Onze image, luister eens. Je weet, ik ben 20 jaar heb ik in Vegas gezeten. Ik heb met vaste regelmaat. Ik heb de laatste 15 jaar, als ze vroegen van waar ik vandaan kwam, dan zei ik maar Rotterdam of Groningen. Ik zei geen Amsterdam meer, want ik stond gewoon voor lul. Mm. Want Vegas staat bekend als Sin City. Alle narigheid die je kan bedenken gebeurt in Vegas. Maar hun zeggen juist, nee, als je uit Amsterdam komt, what are you doing here? Ja. Go back. Maar moet er een soort OMT komen voor Amsterdam? Dat je gewoon die kernproblemen laat aanpakken door uitvoerende, ja, ik weet niet, misschien zelfs bedrijven die dat gewoon die komen helpen om die problemen die zo zichtbaar zijn, gewoon op te lossen. Nou, de problemen zijn bekend, alleen wil jij kwaliteit, ze willen naar kwaliteit en ik wil ook naar kwaliteit, dan zul je gewoon af moeten van het imagoprobleem van Amsterdam. En dat is gewoon keihard optreden nu. Hmm. Ja, oké. Okay. Ja. Het beste voorbeeld is Knokke, hè? Ik bedoel, daar een burgemeester, ja. Ja. Die zit bovenop. Ja, maar goed, daar had ik het... Ja, oké, okay, maar Knokke, hè? Dus ik kom daar al 40 jaar. Mijn vader die organiseerde vroeger die casino-reisjes naar Knokke. En toen waren we met die bussen. Nou, hoe heet die ook weer? Die graaf, die Lippens, hè? Het is ook wel een beetje eng. Die heeft daar gewoon een soort Singapore eigenlijk. Hè? Die heeft gewoon zijn hele wereld gecreëerd. Vind je dat goed? Het werkt wel. Het werkt wel, oké. Okay. Ja, de vlieger vindt dat weer eng. Die vindt dat eng. Maar jij vindt dat het werkt. Die korte lijnen. Kijk, het geeft helemaal ook een bepaalde macht, hè? Ja, oké. Okay. Je hoeft niet helemaal die kant op te gaan. Maar het is maar een voorbeeld. Al zou je 25% daarvan oppakken. Hmm. Ook nadenken. Kijk, en ik snap dat Erik dat allemaal heel eng vindt natuurlijk. Maar je bijvoorbeeld kijkt naar de kustlijn van Knokke. Hmm. De strandtenten, daar mag je drinken. En op de boulevard mag je eten. Ja. Dus die balans is veel beter. Ja. Maar wat ik zo grappig daar vind... Daar heeft hij goed over nagedacht. Ja, dat klopt. Maar wat zo grappig is, toen corona... de criminaliteit nam af. Jongeren gedroegen zich. Die waren blij als ze ergens mochten zitten in een park met gepaste afstand. En je laat het weer los en ze gaan zich weer misdragen. Wat is dat toch? Dat die discipline maar niet erin komt. Bij toch, kijk, ik wil niet een soort wijze oude man worden. Maar die jeugd, die moet toch eens een keertje gewoon meedoen met het verhaal. En ook, zeg maar, de wat oudere jeugd. Ja, maar het is natuurlijk ook de vrijheid die ze hebben. Het is natuurlijk ook de welvaart die men kent. Natuurlijk. Ja, ja. Ondanks de coronacrisis natuurlijk nog steeds welvaart. Ja, dat niet zeker. Vergeten. Kijk, nee, klopt. Je moet er eens over nadenken, Yves. Zowel jouw kinderen als mijn kinderen. Nou, wij krijgen ooit kleinkinderen. Hmm. Toch? Die lezen in de geschiedenisboeken dat onze kinderen, die hebben het wel heel zwaar gehad. Want die hebben in de kredietcrisis hebben ze meegemaakt. En toen ook nog COVID-19. Dat is heel zwaar gehad, hè? Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Vul hem maar in. Ja, nee, dat is duidelijk. Oké, okay, meer discipline. Het is volledig aan ze voorbij gegaan. En tijdens de coronacrisis hebben ze 16 weken thuis gezeten bij de ouders. Ja. Zijn ze vetgemest door ons. Hebben wij als chauffeur elke dag naar de Albert Heijn gemoeten om eten te halen voor die gasten. Om te vragen wat ze willen eten. Want je wil ook niet elke dag hetzelfde eten. Snap je? Ja, dat was COVID-19. Ja, nee, duidelijk. Hey, en dan even ter afsluiting het laatste nieuws van Horeca Amsterdam. Stille ellende? Drama. Ja, hè? Ja. Wat kijk, is het? Min 70%? Ik draai nog redelijk goed. Ik zit op een 50, 60. Maar ik heb ook nog een prijsreductie gehad van 20%. Ja, ja, oké. Okay. Dus als ik die verkapitaliseer, dan zit ik op 70, 80 omzet. Dus min 20, min 30. Ja. Daar gaat het naartoe bij ons. Maar voor de rest, maar ja, kijk, wij zitten natuurlijk op A1 locaties. Dus wij betonnen ons traffic links en rechts. Ja. Maar, en het wordt volgende week weer wordt het mooier weer. Dus het kalf is verdronken. Yes, oké. Okay. Wat ik hoorde... Wat ik ook nog wel heel merkwaardig vind van onze overheid... In de Nou 2.0 is voor 4 maanden nu. Dus dat is juni, juli, augustus, september. En om het vanuit praktische overweging, iets anders kan ik er niet van maken als ik het lees, gaan ze de betalingen nu, de voorschotten, om de 2 maanden doen.
Oh, dat heb ik nog niet gehoord. Aan bedrijven die het moeilijk hebben. Ja, ja. Dan moet jij eens voorstellen dat jij gewoon eind juli bij HR zegt van... Goh, het is misschien makkelijker, want die mensen hebben toch een contract. Waarom gaan wij gewoon niet het salaris gewoon per twee maanden overboeken? Ja, ja, ja. Nee, dat ga ik uit. Het gaat helemaal, ja, hoe verzin je het? Nee, dat is... Maar wat ik ook hoorde, dat... Want ik weet niet, volgens mij is een derde van de horecaondernemers... heeft volgens mij nog niet eens in de gaten dat ze gewoon loonbelasting moeten betalen. Ja. Ik hoorde wel dat, dat er al wordt gesproken om een soort Grieks model te gaan toepassen... eind van het jaar, dat die belastingbergschuld gewoon afbetaald kan worden in 5 jaar, 7 jaar... en straks komen er nog kortingen ook. Wat op zich logisch is. Want... Vanochtend zag ik een brief voorbij komen... aan de ministers van Camille Oostwegel uit Maastricht. Ja? En die daar toch een noodoproep heeft gedaan. Want ja, de brieven van de Belastingdienst komen nu al binnen... dat je weer kan verlengen... maar dat ze ook eigenlijk weer al betaling verwachten vanaf juli of zo... Ja, dat zal de doodklap zijn voor minimaal 50%. Ja, nee, oké. Okay. Maar dat heeft ook geen zin. Dus ze helpen de boel op gang, dan houden het in leven. En dan zouden zij degene zijn die het moeten omtrekken. Ja, dat gaat ook niet werken. Ik mis nog steeds een saneringsplan. Ja, nee, klopt. Nee, maar die gaat er ook niet komen. Oké, okay, Won. Dankjewel. Ik hoop dat de beeldenstorm op de Dam rustig blijft met Hazes. Huh? Hebben we nog een tip van Jip? Of? Ja, oh ja, de tip van Jip. God, goed zeg. Wat is de tip van Jip? Ik ga even zitten. Want ja, laat zit. Vertel. Alles wat je nu koopt of huurt, is te duur. Oké, okay. En leg die even uit. Ja, omdat er gewoon een kalslag komt... Dus die prijzen gaan omlaag. Oké, dus jij zegt niet kopen, niet huren. Dat is wel een winstwaarschuwing voor de hele economie. Ja, niks. Ook niet auto's kopen. Want ja, kijk, en daar komt het dan weer. Als de mensen 100% salaris ontvangen, hebben ze niks in de gaten. Ja, maar dit is geen goede tip. Want hiermee ga je de hele economie kapot maken, Jip. Ja, ik moet de mensen waarschuwen. Okay. Jij moet je kinderen ook waarschuwen als ze te veel geld uitgeven. Okay. Dat doet dan maar voor heel Nederland. En dan roepen ze weer, goh, wat is die negatief? Nee, ik ben realistisch. Oké, nou ik ga dan mijn tip eraan koppelen. Wel kopen, wel huren, goed onderhandelen. Mag die ook? Dan moet ik zeggen, heel goed onderhandelen. Oké, is goed. Ja, oké, dankjewel. Bye bye, Won, tot snel. Hoi. Hoe zou het gaan met Mickey Hoogendijk? Ze is van de week 50 geworden... Dus ik hoop dat ze een mooie verjaardag heeft gehad. Maar ik ben vooral benieuwd of ze weer zaken doet. Of ze weer gewoon handel drijft. Ze heeft een expositie gehouden. Maar werd er ook verkocht. Hallo Yves. Happy birthday. Wanneer was je jarig? Eergisteren. Ja, ik had je nog niet... The big 5-0. Welcome to the 50, hè? The world of the 50. Thank you. Life starts at 50, hè? Heb je leuke verjaardag gehad? Ja, nee, life starts at 40. Dat is, we worden allemaal ouder, life starts at 50. Maar heb je een leuke verjaardag gehad? Ik heb een fantastische verjaardag gehad. Ik wil dat ik eigenlijk heel groot vieren dit jaar. Echt groot. Dat gaat gewoon niet. Je kan niet je 50ste met een paar honderd mensen vieren. Dat niet eindigt in heel veel gezelligheid en het knuffel. Dus ik wilde ontvluchten... even het land uit, even weg, even bij iedereen weg. En dat heb ik gedaan met hele bijzondere mensen in Engeland. Mm. Dus ik ben nog steeds aan het bijkomen. Oké. Heb je je misdragen of ben je netjes geweest? Ik misdraag me altijd. Oké, heel goed. Dat is belangrijk. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Maar... Niks. Dat mogen we zelf allemaal invullen. Ja. Hey, en je hebt ook een beetje gereisd, hè? Want je was in Londen. Hoe is het daar? Ja, nou, dat was dus wel interessant. Kijk, laten we even beginnen met de stemmen. Ik ben natuurlijk geen gyroloog en ik reis heel veel. En ik geloof in de oorlog is alles verantwoord. Dus op een gegeven moment moet je ook... Waar ben je trouwens? Ik kan er niks aan doen. Ik zit bij een kapper in Amsterdam. Oké. Okay. En mijn weekschedule is zo verschrikkelijk chaotisch en druk deze week. Dat, het moet even zo vandaag. Oké.
Ja, nee, maar dan weten we het. Ik denk, ik ga het even duiden wat er aan de hand is. Dus ben je al geknipt of nog niet? Ik ben aan het multitasken. Nee, ja. Dat is hij nu aan het doen. Oh, oké. Okay. Spannend. Oké, oké. Okay. Ik moet ook stilzitten. Ja, oké. Okay. Maar het reizen naar Londen was... Ik heb wel een paar opmerkingen, moet ik zeggen, die ik niet echt snap. Als we dit met z'n allen goed willen doen, dan vind ik dat deze wereld echt heel erg verkeerd bezig is met... de regels die we wel niet naleven en hoe we elkaar kunnen helpen om dit op een goede manier op te gaan lossen. Want vliegen moet dus gewoon kunnen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk absurd iets dat ik een vliegtuig in mag stappen zonder dat bijvoorbeeld mijn temperatuur wordt opgenomen. Ja. Dat zou toch het minste moeten zijn wat ze doen? Ja. Het minste. En dan moet je wel met een mondkapje opzitten in een vliegtuig en je hebt handschoentjes aan als je zelf nog wat slimmer bent en misschien nog een grote bril op zodat die aerosols niet via je ogen binnenkomen. Ja, klopt ook. Maar vervolgens krijg je dan een hapje en een drankje. Al die mondkapjes hangen op hun kin en iedereen gaat gezellig kletsen. En dan denk ik echt, ja, wat is dit voor een theater? Hmm. Wat is dit? Okay, en die dus temperatuur, dat doen ze niet. Temperaturen, nou ja, dat, duidelijk. Ben ik dat, mee eens. Ja, en eens. Het is echt niet moeilijk. Het is één apparaatje. Ja, klopt. Dus ik begrijp dat niet. Ik ben zelf op Ibiza geweest. En nou, ook gewoon, was een leeg Schiphol. Wel een mooie ervaring was het, moet ik zeggen. Ik vond het wel gaaf om dat mee te maken. Nou, mondkapjes in het vliegtuig, inderdaad. Mondkapje naar beneden, eten. Nou, ik zat zelf op rij 8. Nou, dat is onder een soort airconditioning vrieskist. Dus toen zei ik, mag ik op een andere stoel? Want ik krijg geen corona, maar anders ben ik gewoon straks doodziek. Nou, dat mocht allemaal. Ja. Hele lieve stewardess ook. Mm. Toen kwamen we aan in Spanje. Nou, taxi in, mondkapje op, hele toestand. Maar bijvoorbeeld dan daar bij de restaurants, joh, buiten, opgestapeld naast elkaar. Dus ja, het is wel verschillend. Maar Mickey, Maurice de Hond, die heeft me vandaag uitgelegd. Buiten is geen enkel risico. Alles draait om de ventilatiesystemen. Dus we gaan laten we de lijn van de hond volgen. Maar ook even over jouzelf, ja, hè? Ja, maar weet je, Mickey, we zullen ons toch een beetje moeten overgeven aan de regels en wel het kritische geluid laten horen. Nou, maar dat heb ik al gedaan. Ik heb dus vorige week had ik mijn eerste kunstopening. Ja. Ik heb natuurlijk tijdens corona heb ik een hele nieuwe serie in 3D gemaakt, ja. Bronzen beelden. En die heb ik mogen presenteren eerst in Schravenland. En dat was op een prachtig landgoed, buiten, deuren open. Dus het was heel relaxed. Het waren die twee hele warme dagen in Nederland. Dus iedereen was sowieso buiten. En dan loop je af en toe even met iemand naar binnen. Je houdt gepaste afstand. Je gaat elkaar niet knuffelen en zoenen en handen geven. Maar gewoon op een gezellige manier ontvangen in de mensen. Dat ging eigenlijk prima. We hadden kleine groepjes. We hebben allemaal carouselvormen bedacht voor galerieopeningen of private events. Dan 10 of 15 mensen en dan 2 uur later nog een keer. Nou, en hetzelfde heb ik ook in Antwerpen gedaan. Dat bleek dat België is veel strikter nog. Ja, de Belgen zijn heel strikt, klopt. Nou, en dat vond ik eigenlijk ook wel prettig, want ik moest daar een art talk houden voor 30 man. Dat mocht dan wel. Het personeel had allemaal een mondkapje op. De gasten kregen een mondkapje, want in principe moet dat dus. Maar daar was de regel dat die 30 mensen moeten zitten. Dus in die galerie, de ruimte, waren 30 stoelen neergezet. En ja, ik heb er maar een grapje van gemaakt. Jongens, dit is een stoelendans. Als ik heel erg hard roep zitten, betekent het gewoon dat een van die soort van agenten dan rondlopen. Hoe noem je ze ook alweer? Die kan wel een beetje de gaten moeten houden. Handhavers, boa's? Ja, zoiets. Maar de boa's, dankjewel. De boa's. Ja. Nou, die kwamen verder helemaal niet opdagen. Maar daar is dan ook weer zo'n gekke regel. Stoelen, je moet kunnen zitten. Leg me dat dan uit. Ja, ja nee, maar het is ook... Ja. Nee, maar en ook elke gemeente doet wat anders. Nee, ik begrijp het. Maar ik geloof ook wel een beetje in de zelfregulering van mensen die op een gegeven moment ook een beetje... Ja. Ik geloof daar dus niet in, Yves. Ik ben het niet met je eens. Ik heb het namelijk gezien dat zelfs de slimste mensen, en dat is ook een soort van arrogantie, vind ik, van ons allemaal. Wij zeggen, ja, maar wij zijn intelligent genoeg. Wij begrijpen hoe het moet. Wij gaan verantwoordelijk met dingen om. Nee, jij bent maar echt, dan heel jij vindt erg eerlijk. Echt strak je bent, won Jip ook, hè, net. Handhaven, ja, handhaven. Echt, duidelijke regels. Ben ik. Want ik heb geen zin om weer door ik ben, stel je nou voor. Jij bent in Londen. Ik wil jou dolgraag zien. Ik voel me toch niet helemaal lekker vandaag. Maar toch ga ik jou wel zien, hoor. Echt wel. Het is gewoon, ja, dat doen mensen. Ah. Zo zitten we in elkaar. En dat kun je niet tegenhouden. En ik vind het fantastisch dat alles weer open gaat. Dat we ook weer bewegen. Dat ik mijn openingen weer kan doen. Dat mensen komen. Alleen, er moeten toch een paar hele simpele regels zijn waar we ons gewoon wel aan houden.
Oké, okay, nee, duidelijk. Duidelijk. Hey, en heb je wat verkocht op de expositie? Ja, nou dat is een ander leuk nieuwtje. Dat vind ik het belangrijkste. Dus gewoon dat, ja, het was 3 maanden totale stilte. Ik heb me echt zorgen gemaakt. Ik denk, ja, ik heb geen vitaal beroep. Nee. Hoe gaat dat nu in de kunst? Maar ik heb het binnen de afgelopen 3 weken heb ik alles ingehaald. Ja, echt? Ah, dat vind ik echt Ik heb gewoon mijn hele jaar ingehaald. Ja, dus ja, ik ben echt super blij. Wow, en het blijkt dus dat mensen ook echt emotionele aankopen doen nu. Want mensen hebben iets overleefd. Ja. Ze kijken om zich heen. Ze zeggen, hey, ik verdien dit. Ik wil ook dat mijn huis en mijn omgeving gewoon veel beter is dan daarvoor. Dus ik ga mezelf dit geven. Ja, ja. Daar ben ik daar ben ik heel erg blij mee. Echt. Ja, het voelt heel goed. En mijn beelden zijn ook heel goed ontvangen. Dus hier zit een hele blije 50-jarige. Enigszins vermoeid, maar al hele blije. Ja. Nee, oké, okay, maar dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik merk dat ook. Hè, ik volg ook heel veel, ook met bepaalde financiële instellingen. Die delen wat informatie met ons. Je merkt toch wel dat als er wat vertrouwen en goede emoties zijn, dat er gewoon echt wel weer best wel serieus zaken wordt gedaan. Daarom hebben we ook besloten, we gaan de grootste beurs doen. Dresscode opgestroopte mouwen bij de opening. Ja, we moeten zaken. Ik zag het net, dat las ik dus vanochtend. Dat wilde ik je nog even mee feliciteren. Want volgens mij doe je dat geniaal goed. Precies in de roos. Nou. Want dat moet het ook worden. Ja. En dat mouw opstropen en gewoon even het omgooien van de luxury naar het Masters. Werken. En met elkaar werken. Precies. En je weet, I'm always part of the group, maar dit vind ik echt een heel mooie zet die je daarmee doet. Die denk ik iedereen inspireert en aan. Ja, en ik merk ook, ik krijg ook reacties van collega's om samen te werken, die willen dan integreren. En dat vind ik allemaal, dat moet allemaal kunnen. We moeten het echt met z'n allen doen, we moeten elkaar allemaal helpen. En ik ben wel heel blij om te horen, want ik ben aan het werken, nieuwe beelden, nieuwe dingen. Maar ja, ik ben ook van... de kassa moet wel blijven rinkelen. Dus het is allemaal leuke verhaaltjes. Dus dat vind ik wel heel positief om dat van jou te horen. Is inmiddels de kapper nog steeds... Nee, die zit nu echt met haar op mijn voorhoofd. Is hij met mijn pony, geloof ik, bezig. Al met je pony. Maar wordt het kort haar of zo? Of wordt het... Nee, het wordt geen kort haar. En kleurtje erbij? Nee, ook niet. Nee, kleurtje ook niet. Ik ben ik word even bijgepoetst. Ah, lekker, Mickey. Nou... Ja. Oké, okay. Ja, het was een hele drukke podcast vandaag, dus ik vind het mooi, duidelijk, Londen, handhaven, discipline. Ja, we zijn ook een beetje een oplossing op zoek hè, vandaag. Dus, Nee, maar ik geloof in de goedheid van de mensen, maar niet in de slimheid van de mensen. Okay. En ik vind echt dat die temperatuurmeting, dat gaf mij zo'n veilig gevoel. Ja. Toen ik ergens binnenliep, wist ik gewoon, oké, hier zit niemand met koorts. Ja. En ik vind het gewoon niet kunnen dat je me een vliegtuig in laat gaan. En dat ik dan maar moet geloven. Ik vond het wel goed. Ik was zelf eergisteren bij een borrel bij de Harbour Club in Den Haag. Heel leuk was dat. En dan moest je ook gewoon je hand voor zo'n ding doen. Ik had 35,8. Dat lijkt me een beetje weinig. Een beetje heel weinig. Ja, toen dacht ik, dat kan heel goed. Ja, precies. Dat heb ik nog nooit gehad, dus... Ik denk dat daar een correctie naar bovenin moet, maar dat moet allemaal te doen zijn. Oké, blijf je lang nog in Amsterdam even? Nee, ik moet terug naar huis. Morgen heb ik nog een opening in Woerden. Okay. En ik spreek daar volgende week. Ik heb een paar prachtige documentaires gezien waar ik het met je over heb. Wat iedereen moet gaan kijken, maar daar hebben we het allemaal over. Oké, dat wordt mooi. Ja? Dat hoor ik graag. Dankjewel. Succes vandaag. Bye bye. Hoi hoi. Oké, bye. Bye. Ik ga bellen met Karsten Klint, onze vrolijke noot. Hij heeft altijd heerlijke tips voor ons over hele mooie, bijzondere restaurants. Heeft hij ook weer nieuws? Gaat er iets nieuws gebeuren? Het zou zomaar kunnen. Maar ik ga even bellen met Karsten. Hij weet altijd meer dan ik op dit gebied. Moet ik master zeggen nou eigenlijk? Ja, master. Ja, okay. Master. Ja, master. Nee, daar moet je mee oppassen. moeten we wel mee oppassen. Zo, ja, jongen. Ik had net Maurice de Hond uitgebreid gesproken. Wel heel boeiend, hoor. Ja. Ja, dat duurde lang zeker. Ja, nee, maar hij wel een goede punt, hoor. Ik denk absoluut. Ook zeker voor de horeca. Hij onderbouwt wel de gedachte. Ja. Hey. We luisteren elke week naar Maurice, moet ik zeggen. Ja, nee, ik ben... Ik vind wel goed wat hij aan het doen is. Ja, Karsten. Jij bent altijd de vrolijke noot van onze vereniging van Dwarse Denkers. Nou, gelukkig maar. Ja. Daar gaan we ook voor. Ja, dus jij bent de tip van Clint. We hebben de tip van Jip, maar ik wil ook de tip van Clint. Waar gaan we lekker eten?
waar gaan we lekker eten? Nou, eigenlijk is die elke podcast wel zo'n beetje voorbij gekomen, dankzij jou. Oh. Maar we gaan het natuurlijk over Aan de Poel hebben. Ja. Stefan van Sprang en Robert Veuger hebben elkaar in 2007 bij Ron Blauw leren kennen. Tenminste, al eerder eigenlijk in 1994. En daar hebben ze fijn samengewerkt. En in 2007 zijn ze dus aan de Poel begonnen, aan het gelijknamige water. Wat om de hoek lag bij jouw voormalige hoofdkantoor. Ja. Ja, ik denk een outsider voor 3 sterren. Ze hebben 2 sterren gekregen. In 2009 de eerste en 2013 de tweede. Ja. En ja, als we het nou toch over Masters hebben. Het leuke is dat Stefan in 2018 een van de presentatoren was van Masterchef Nederland. Ja. Een kookprogramma wat in 52 landen wordt uitgezonden en in het Guinness Book of World Records staat. En toen dacht ik eigenlijk van, Yves, waarom staat Masters Expo? Daar moeten we ook wat mee met het Guinness Book of World Records, toch? Ja, ja, oké, okay, dat gaan we doen. Maar ik was woensdag eten bij Stefan. Ja. En het zat gewoon helemaal vol. Ik had namelijk de dag ervoor gebeld en dat kon niet. En toen belde ik, alsjeblieft, want ik ga met een goede vriend en we willen even wat zaken doen ook. Nou, hadden ze nog een tafeltje kunnen regelen. Helemaal vol. Gezellige sfeer. Het swingt. Wat ze ook doen, vind ik ook slim. Ze hebben gewoon zelf een minuutje bedacht. Ze praten erover. Ja, plantje dit, zusje zo. Ook dat lossen, hè, ondanks dat het 2 ster is. Dus ook dat hele informele gevoel. Ja, ik vind hun wel, zeg maar, de keuken van de toekomst, maar ook de manier waarop ze het doen. Het is zo ontspannen en je hoeft echt, als je gewoon je beheerst qua wijnkeuzes, is het ook nog eens dan is het ook nog prijstechnisch gewoon heel sympathiek. Klopt. Ja, ik ga helemaal mee. Top. Ja, het is een van mijn favorieten, maar dat weet je misschien wel. Okay. Daarom moest hij er ook in. Lang leven aan de Poel. Lang leven aan de Poel, maar daarna gaan we naar Antwerpen toe, want we gaan naar de Jane. Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk ook een keer geweest, misschien wel 8 jaar geleden, toen Sergio op de cover stond van het blad. Ja. We hebben een hele mooie presentatie gehad destijds. Nou, het is natuurlijk een fantastische zaak die door Piet Boon is getekend. Ja. Met die 800 kilo wegende kroonluchter met 350 lichtjes. Okay. Nou, Sergio die concentreert zich eigenlijk op de zaken in Katzand allemaal. Ja, dus, dat is Air Republic. Pure Sea. PRC, inderdaad. Nou, hij gaat eigenlijk de 14e in Antwerpen nog een zaak openen. Le Pristine, Italiaans concept. Ja. Daar is hij nu al aan. Hij zou het rustig aan gaan doen. Ja, dat klopt. Dat is het idee, niet. Toch? Dat kunnen die grote chefs toch helemaal nee, niet. Nee, precies. En de Ron Blauw precies hetzelfde. Nou, de ene naar de andere zaak opent hij. Ja. Maar in de Jane staat Nick Bril. En Nick Bril die is jarenlang de rechterhand van Sergio geweest in Oud-Sluis, 3 sterren. Ja. En die zijn gewoon als echt volwaardige compagnons begonnen met de Jane. En tegenwoordig is Nick gewoon verantwoordelijk, zakelijk en culinair voor de Jane. En die staan ook elk jaar weer in de World 50 Best Restaurants. En ze zijn ook dit jaar lid geworden van Le Grand Table du Monde. Nou, dat zegt het al. Mm-hmm. Dat is gewoon de lijst van de topzaken over de hele wereld. Dus ja, dat is wel. En wat, en even hoe, want ik krijg best wel vaak vragen ook van mensen die willen dan lunchen bij de Jane of dineren. Maar dat is best moeilijk om daar, dat is een soort luxe probleem om daar een tafeltje te krijgen. Heb jij nog een tip hoe je daar zeg maar ook echt een tafeltje kan krijgen? Nou ja, je zit altijd vol. Jij hebt het ook een keer gedaan, dan bel je mij. Oké, dus dames en heren, bellen met Karsten. Ja, dan komt het goed. Echt. Okay. Okay. En het leuke is, hij heeft wel nu, kijk, boven waar wij die presentatie hebben gehad toen van jouw blad met Sergio op de cover. Ja. Het was in de Upper Room. Ja. Daar hebben ze maar heel weinig plekken. Dus wat heeft Nick nou gedaan? Die is aan de Scheldekaai in Antwerpen is die een pop-up begonnen. Ja. Met open vuur. Ja, fantastisch. Oké. Okay. Dus, ja. En dan de derde. De laatste tip. Dat is eigenlijk een verrassende. En eigenlijk is dat restaurant nog niet open. Maar gezien het feit dat deze chef de jongste Michelinsterrenchef van Nederland werd en in het Westland zat, toen is hij naar Rijswijk gegaan, dat is failliet gegaan. Hij was de eerste die de stekker er heeft uitgetrokken met de crisis. Niven Koens, toch? Niven Koens, inderdaad. 1 Michelinster. Staat bekend om het gebruik van zijn groenten. Hij heeft echt de 80-20 kookstijl. 80% groente, 20% vlees-vis. Ja. En hij gaat terug naar waar hij ooit begonnen is, in het raadhuis in Wateringen.
Nou, het Wateringen heeft natuurlijk een heel groot achterland met alle kassen. Ja. Dus veel groenten. Ja, Westland, hè? Het Westland. En hij gaat nu opnieuw openen. Hij neemt dus het raadhuis over en hij gaat het omdopen tot triptiek. Geen idee wat het betekent, maar dat geeft ook helemaal niet. Een mooie naam. Dus dat is eigenlijk wel iets waarvan ik zeg, nou, die gaat 1 augustus open en de reserveringen die kunnen al gemaakt worden. Maar dat is echt weer zo een jonge rebel. En, mooi. Hij is je weet, ik ga altijd zeggen eentje, ik ga naar een triptiek. Dat is, want die ken ik nog niet. Te gek. Ja. Helemaal leuk. Nou, oké. Okay. Nou, dat waren ze iets. Ja, het is een hele drukke podcast vandaag, dus ik wil je weer bedanken, Karsten, voor de eerlijkheid. En stay strong, hè. En ook met je eigen... We zien elkaar snel. Ja, ik ga ook even ook jou een beetje promotie voor jouw mooie zaak, waar je kan eten en kan zingen. Daar kan men gewoon reserveren. Kan je dat even uitleggen hoe dat werkt? Dat ook. Nou ja, kijk, je hoeft er zelf niet te zingen, gelukkig. Nee, dat doet de bediening al 25 jaar. Met mondkapje of zonder? Zonder mondkapje. Dat is allemaal niet nodig. We hebben ook HPA-filters, et cetera. Ja, dat is helemaal het nieuwe woord, ja. De HPA-filter. Ja, nou, ze hangen er al jaren, want ze zitten in een oud bankgebouw. Dus, maar hoe doe je dat? Dus, hoe we dat doen? Nou, gewoon reserveren bij jou? Ja, mag ook, tuurlijk. Iedereen mag Nee, maar gewoon online of zo? Je mag promotie maken vandaag. Ik ben in een goede bui. Ja, dat zal Jolijn fijn vinden. Nou, gewoon online, pastaebasta.nl. In Amsterdam, helemaal goed. In Amsterdam, oké. Dankjewel. Dag Karsten, tot snel. Bye-bye. Hoi, hoi, hoi. Ja, dit was weer een 1-2'tje met Yves. Podcast show The Gigs. En het was een hele onderhoudende show. Ik kreeg er ook wel energie van. Ik hoop jullie ook. En volgende week zijn we terug. En u kunt ons blijven mailen. Dat helpt heel goed. Op nivrijrad.nl en ook via onze kantoor info@mastershq.nl, dus HQ. En we nemen dan altijd mee wat de wensen en de suggesties zijn om een betere show te maken. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week.